迎接旅客的各位请注意，通话身份飞来青岛。Waarom is je broer er nog niet? Ja, daar! Oh, Xiaoyi! Ma! Ik heb je gemist, Xiaoyi. Ik heb jou ook gemist. Hallo. Ma, moesten jullie lang wachten? Het leek heel lang. Ben je moe? Het gaat wel. Ma, hoe gaat het met u? Prima, het gaat goed met me. Hoe is het met pa? Hij heeft het druk. Je vader wilde je vandaag ophalen. Maar hij moest vanochtend al vroeg naar kantoor. Je vader heeft het tegenwoordig zo druk. Ja, weet ik. Onze neven en nichten zijn ook thuis. Ze wachten op je. Echt waar? Ik heb ze in geen jaren gezien. Ik kan niet wachten. Xiaoyi is al jaren niet thuis geweest, toch? 4 jaar. 4? Wauw. Ik heb al dagen een glimlach op mijn gezicht. Ha, dat kun je wel zien. Ha. Toen zijn moeder hoorde dat hij naar huis kwam, kon ze niet wachten. Hé, jullie twee weg van die tv en komen helpen. We komen eraan. Xiaoyi is er bijna en jullie zijn aan het gamen, stelletje kleuters. Hé, hey, Xiaotao. Ja? Onze nicht zei dat Xiaoyi deze keer niet terug gaat naar Amerika. Dat is jammer. Hij werkt er voor zo'n beroemd bedrijf. We zijn er! Hey! Xiaoyi is terug! Tao! Zo zeg, wat een spieren! Xiaoyi, je ziet er geweldig uit! Mam, kom op! Tante! Ik heb je zo gemist! 4 jaar ben je weg geweest! Ik heb je ook gemist! Ik heb over je gedroomd! Pa, fijn het te zien! Eindelijk! Was het een lange reis? Kijk eens! Het viel wel mee. Oom, hoe is het met u? Gezellig, ja, hè? Goed, goed. Fijn dat je er bent. Mag ik dit proeven? Wauw, het ruikt overheerlijk. De kip die tante bij een boerderij heeft gekocht. Ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, nee maar. Ik schep allemaal maar flink op. Ik wil even wat zeggen. Vandaag is Yi terug na een lange tijd. We hebben jaren niet zo met z'n allen gegeten. Inderdaad. Dus dat moeten we nu echt vieren. En nog. Wacht, ik wil wat zeggen. Ah, de journalist onder ons. Ja. Het is zo'n gelukkige dag voor onze familie. We zijn hier allemaal om mijn broer een succesvolle carrière te geven. Ja. Hey, ik ben nog niet klaar. Ik hoop dat onze familie voor altijd samen blijft. Ik wil graag iets zeggen. Yi, ik wens je een fantastische carrière toe. Daar toosten we op jou. Dankjewel. Proost. Proost. Nu je terug bent, zijn de mogelijkheden onbeperkt. Ik deel graag in je succes. Maakt u zich geen zorgen. Hij zal goed voor je zorgen. Dat klopt. Xiaoyi, ja? Is het waar dat je niet teruggaat om in Amerika te werken? Ja, ik heb mijn baan al opgezegd. Voor ik wegging, heb ik allebei een bureau hier gesolliciteerd. Ik ben hier voorgoed. Wauw. Xiaoyi en Xiaori. De een een architect en de andere een journalist. Ze willen echt iets van hun leven maken. En jullie gaan een mooie toekomst tegemoet. En jullie kunnen nog wat opsteken van ze. Ah, oh, dat is cool, man. Dat kan allemaal goed, hoor. Nou, kom op, man. Dat is toe. Minder praten, meer eten. Neem lekker. Oké, ik snap het. Regel het zoals ik het had gezegd. We praten morgen verder. Heb jij dat recept met die granaten gevonden? Nee, ik heb het één keer gehad volgens mij. Geen toetje gemaakt, we hebben ijs. Nee, het is wel echt heel lekker. Ja, echt niet. Ja, ze gaan helaas meer eten. Ja, dat is helemaal te glunderen. Oké, oké. Ja, ik zou nog verder terug volgens mij. Pa, u ziet er moe uit. Is het uw werk? Het is vermoeiend. Als minister doe ik niet veel bij het Verenigd Front. Maar de druk op ons is groot. De grootste zorg voor de overheid is de wereldwijde trend naar democratie.
Het communisme heeft minder macht en eenpartijstaten raken steeds meer geïsoleerd. Ik geloof dat de communistische partij voor een crisis staat. Mensen zijn minder geïnteresseerd in marxisme, leninisme en communisme. Steeds meer mensen geloven in God. De overheid heeft de meeste last van bliksem uit het oosten. De centrale leiding maakt zich zorgen over de opkomst van de kerk van de Almachtige God. De laatste jaren heeft de overheid geprobeerd bliksem uit het oosten en de kerk van Almachtige God te onderdrukken en te verbannen. Ze hadden niet verwacht dat de kerk van Almachtige God zou floreren. Dit is de grootste zorg van de centrale leiding. Kom, dan praten we daar verder. Je kunt het nieuws niet vertrouwen. Wie zei ook alweer, alles in de krant is nep. Behalve... Behalve de datum. Dat was het. Waar hadden jullie het over? Over religie, zusje. Ah. Religie? Ja. Tijdens mijn jaren in het buitenland zag ik dat ieder democratisch land vrijheid van religie heeft. Alleen communistische landen hebben die vrijheid niet. Ze zeggen dat 80% van de bevolking gelovig is. De meeste mensen erkennen het bestaan van God. Slechts een minderheid doet dat niet. Dus ik vroeg me af, waarom hebben democratische landen een betere sociale orde? Hun regering gaat ontspannen met het volk om en ambtenaren hebben geen lijfwachten nodig. Nu snap ik het. Religieuze landen kennen minder criminaliteit. Waarom is er zoveel chaos in China? Waarom is er zoveel criminaliteit? Hoe komt dat? Het komt door het gebrek aan religieus geloof. Maar laat mij maar. Dank je. Mensen zonder religie voelen zich leeg. Ze hebben geen richting en doel in hun leven. Ze hebben niets om zich voor in te zetten. Hun geloof is eenvoudig. Iedereen voor zichzelf. Ze doen alles om maar rijk te worden. Wanneer Chinezen alleen maar voor geld leven, hoe kunnen ze dan niet egoïstisch zijn? Daarom zullen mensen zonder religie eerder kwaad doen. Mensen die niet gewetensvol zijn, die hebben geen waar geloof. Zoals het in de Bijbel staat, dwazen denken bij zichzelf, er is geen God. Verdorven zijn ze. En gruwelijk is hun onrecht. Geen van hen deugt. Waarom is de Chinese samenleving zo duister en chaotisch? Ja, waarom is dat? Het komt door de atheïstische partij die aan de macht is. Dat klopt. Na jarenlange indoctrinatie door de partij zijn atheïsme en evolutionisme diep geworteld in onze samenleving, waardoor ze zich verzetten tegen God en hem ontkennen. Logisch dat God land en volk dan vervloekt. China wordt geteisterd door grote rampen en verkeert in een staat van onrust. De heerschappij van de CCP is de heerschappij van Satan. Hun leer is de leer van Satan. Satan verderft de mensheid. Of is het ongepast wat ik zeg? Nee. Wat Xiao Yi zegt is logisch. Het hebben van een religieus geloof maakt veel verschil. Hij heeft veel geleerd in het buitenland. Heel indrukwekkend. Weigua, Xinping, Ye en Ri geloven alle in de Heer en dat is heel goed. Ze zullen niet van het rechte pad afraken. Tante, waarom laat u Tao en Lin niet met ons het geloof beleiden? Oh, ja. We kunnen straks naar de kerk gaan. Het is fijn om samen te gaan. Je hebt de laatste jaren veel geleerd. Het was goed om je naar het buitenland te sturen. Tegenwoordig gaan alle topambtenaren naar het buitenland, waar ze hun kinderen laten studeren. Veel landen in de wereld willen leren van de westerse landen. China ligt ver achter. Jonge mensen moeten uitvliegen en de wereld zien. Zo doe je ervaring op. U heeft helemaal gelijk. Wat Xiao Yi zojuist zei is erg inzichtelijk. Het is moeilijk voor jonge mensen om dit te begrijpen. Maar heb het hier niet met anderen over. Je wilt niet veroordeeld worden. In China moet je oppassen met wat je zegt. Hoewel vrijheid van geloof in de grondwet staat, zijn velen gearresteerd, veroordeeld en vermoord voor het spreken van de waarheid.
Neem wat ik zeg serieus, anders loop je gevaar. Ja. Zoon, je vader heeft gelijk. Je bent terug en het is hier niet zoals daar. Je moet oppassen met wat je zegt en doet. Anders kun je in de problemen komen, oké? Ja, ik weet het maar. Dat eet is nog wat. Ja, niet te veel kletsen, lekker. Maar eten. Er is nog genoeg, dus neem nog wat. Dit is zo lekker, tante. Wil je nog hier wat van? Dat is lekker. En dat is lekker. Oh, tante, lekker hoor, allemaal. Drie, kom, we gaan terug. Yi, je hebt de afgelopen jaren veel geleerd in het buitenland. Vooral over het onderwerp geloof. In mijn baan als journalist zag ik dat het echt een sociale crisis wordt. Mensen voelen zich leeg door een gebrek aan religieus geloof. De focus ligt op geld verdienen en het hebben van zondig plezier. Mensen worden kwaadaardiger en dwalen van het rechte pad af. Klopt, ja. Ik denk dat het te maken heeft met het atheïstische bestuur van het land. Ik begrijp deze dingen omdat ik al jaren in de Heer geloof. Godzijdank. Yi, wat je gisteravond zei maakte me erg gelukkig. Jij ziet het allemaal veel duidelijker dan ik. Het pad van vertrouwen in de Heer is het juiste pad. Klopt. Ri, wil je weten hoe het komt dat ik zoveel geleerd heb? Vertel. In het buitenland ben ik gaan geloven in Almachtige God. Wat? In Almachtige God? Almachtige God heeft de waarheid voor de redding van de mens verkondigd en de mysteries van de Bijbel verklaard. De afgelopen jaren heb ik vele woorden van Almachtige God gelezen en begrepen, waardoor ik de dingen duidelijker zie. Onze waarneming hangt af van het begrijpen van de waarheid. Als je samen met de gemeenschap de woorden van Almachtige God leest, krijg je meer inzicht en onderscheidingsvermogen. Je gaat het duidelijker zien. Dus je ging geloven in Almachtige God. Geen wonder dat je zoveel vooruitgang hebt geboekt. Ik heb alleen maar gehoord over bliksem uit het oosten. Toen ik de onderdrukking van bliksem uit het oosten door de CCP zag, heb ik het laten rusten. Als ik had geweten dat jij gelooft in Almachtige God, had ik me er eerder in verdiept. Zeg Yi, hoe is je geloof in Almachtige God begonnen? Bliksem uit het oosten, waar gaat dat nou precies over? Het begon 3 jaar geleden. Ik zag hoe de CCP bliksem uit het oosten onderdrukte en vervolgde. En de media inzette om de publieke opinie tegen hen te laten keren. Ze arresteerden christenen. Ik dacht, als de CCP de moeite neemt om bliksem uit het oosten te vervolgen, dan moet het iets groots zijn. Een belangrijke gebeurtenis. Gebeurtenis? Bliksem uit het oosten zorgde voor opschudding. Zoveel goede schapen van allerlei gezinten hadden bliksem uit het oosten geaccepteerd. De Heilige Geest moest spreken in de kerk van Almachtige God. Het was de verschijning en het werk van de Mensenzoon waar deze kracht uit voortkwam. Anders zouden niet zoveel goede schapen van allerlei gezinten bliksem uit het oosten accepteren. Dus ik begon online bliksem uit het oosten te bestuderen. In een paar dagen las ik veel woorden uitgedrukt door Almachtige God. Er ging werkelijk een wereld voor me open. Echt waar? In het woord van Almachtige God vond ik de waarheid die ik nooit had begrepen sinds ik in God geloofde. Het woord van Almachtige God is zo rijk en praktisch. Het is de volledige waarheid. Ik bekeek films gemaakt door de kerk van Almachtige God. Ik heb er echt veel aan gehad. Echt waar? Die films vertelden de waarheid en ze waren zo verhelderend dat ze mijn geloofsproblemen oplosten. Gelukkig zag ik ze. Ik zag dat het woord van Almachtige God de waarheid en de stem van God is. Ik bleef de woorden van Almachtige God lezen. Hoe meer ik las, hoe meer interesse ik kreeg. Ieder woord van Almachtige God raakte mijn hart. Ik was volledig overtuigd. Het is geweldig. Ik wist zeker dat de Heer Jezus was teruggekeerd en werkte als Almachtige God. Shari, als je leert over het werk van Almachtige God, moet je zijn woord lezen en de films van de kerk van Almachtige God bekijken. Dan begrijp je alles. Oké. Wanneer je het volledig begrijpt, zullen de woorden van Almachtige God je overtuigen. Werkelijk? Jammer dat ik me nooit verdiept heb in bliksem uit het oosten. Ik begin er meteen aan. Geweldig. Hé, je zei dat het woord van Almachtige God, ja? Gods stem, verschijning en werk is. Vertel me er alles over. Nou, het is zo gegaan.
Zeg, zullen we morgen het evangelie delen met pa en ma? Ja hoor, dat doen we. Zeg, waar denk je aan? Na zijn studie in het buitenland praat onze zoon heel anders dan wij. Het is een nieuw mens. Wat heeft hij gedaan toen hij daar was? Naar de kerk gaan om de Heer te vereren? Hij lijkt nu veel meer te begrijpen. Stel dat hij gelooft in bliksem uit het oosten. Bliksem uit het oosten? Dat zal toch niet? Kijk eens wat ik gevonden heb. Wat is het? Het woord verschijnt in het vlees? Waar heb je dat gevonden? Ik vond het in Jiets kamer. Wat? Geloven ze in almachtige God? Snap je het niet? Het is overduidelijk. Geen wonder dat ze de afgelopen dagen zo geheimzinnig deden. Niet boos. Dat lost niets op. We zijn er weer. We hebben eten en drinken meegenomen. Kijk of we niets zijn vergeten. Ah, morgen gaan we. Wat is er? Zeggen jullie het maar. Wat is dit? Pa, ma, niet boos worden. Het zit zo. Ik ben gaan geloven in de almachtige God. Wat? Na mijn terugkomst deelde ik het woord van almachtige God met Rie. Geloof je echt in almachtige God? Ja. Pa, ma, we wilden het jullie net vertellen. Dit is goed nieuws. De Heer Jezus is teruggekomen. Het is de verschijning van de almachtige God. Ook u moet de ware weg bestuderen. Ja.
Ri en Yi, jullie begrijpen het standpunt van de staat nog niet. Als je delen van de grondwet kent, begrijp je dan de communistische partij? Ik heb jaren bij het Verenigd Front gewerkt. Het was onmiskenbaar. De CCP haat de verschijning van God en zijn werk. De overheid veroordeelt het christendom als een sekte. En exemplaren van de Bijbel worden verbrand als een cultisch boek. De CCP wil hoe dan ook alle huiskerken verbannen. Ik was erop tegen dat jullie in Jezus geloofden. En nu geloven jullie in de almachtige God? Ik verbied het! Weten jullie wat almachtige God inhoudt? Ze getuigen dat almachtige God de Heer Jezus is die verschijnt om te werken. De verschijning van Christus de Verlosser in de laatste dagen. En het woord verschijnt in het vlees bevat meer dan 1 miljoen van zijn woorden. Stel je eens voor dat dit wordt verspreid. De CCP en Christus de Verlosser zijn gezworen vijanden. De CCP denst nergens voor terug. Wisten jullie dat niet? Ze zien iedereen die gelooft in bliksem uit het oosten als een crimineel. Ze worden zonder genade gestraft. Er is niets tegen te doen. Dit is serieus. Begrijpen jullie dit? Om eerlijk te zijn, om van de kerk van Almachtige God af te komen, heeft de overheid geheime documenten vrijgegeven. En bliksem uit het oosten onderdrukt en hard aangepakt. We bespreken heel vaak hoe we bliksem uit het oosten kunnen onderdrukken. Wat die kerk betreft, heeft de centrale leiding zich duidelijk uitgesproken. Troepen worden pas teruggetrokken als de verbanning compleet is. Daarom is het onmogelijk om in Almachtige God te geloven. Is dat duidelijk? Pa, als u weet dat bliksem uit het oosten getuigt van de terugkeer van de Heer Jezus en de verschijning van God in de laatste dagen, om de waarheid te prediken die is uitgedrukt door de Verlosser voor de redding van de mensheid, dan weet u ook hoe vreselijk het is dat ze bliksem uit het oosten onderdrukken, arresteren en veroordelen. Het is een zonde om God te weerstaan en te handelen tegen de hemel. Ik heb geleerd dat bliksem uit het oosten voldoet aan de profetie van de Heer Jezus. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. Bliksem uit het oosten getuigt van de verschijning en het werk van de Mensenzoon. Dat is waar. Pa, ma, jullie hebben de woorden van Almachtige God niet gelezen. Daarom weten jullie niet waar bliksem uit het oosten over gaat. Om bliksem uit het oosten te begrijpen, moet je de woorden van Almachtige God lezen. Om erachter te komen of het de waarheid, de uiting van Gods geest tot de mensheid en de verschijning van God in de laatste dagen is. Het is zo belangrijk om dit te bestuderen. Pa. De CCP is een overweldigende oorlog tegen bliksem uit het oosten begonnen. Bliksem uit het oosten is de kerk van Christus in de laatste dagen. Het is geen land en het is geen ras. Moet de CCP echt oorlog voeren tegen bliksem uit het oosten? Ze geven pas op wanneer de verbanning compleet is. Hun vijandigheid tegen God zal worden vervloekt en worden bestraft door God. Pa, ik denk dat hij gelijk heeft. Als je kijkt naar het werk van God in het verleden, dan zie je dat iedereen die zich toen verzette tegen God vervloekt en vernietigd is door God. Zoals in het verleden, toen de farao van Egypte gedood is voor zijn verzet tegen God. Na het werk van de Heer Jezus werd het Romeinse Rijk vernietigd door Gods grote plaag voor de vervolging van hem en zijn mensen. De CCP zal vernietigd worden omdat het zich tegen Christus verzet in de laatste dagen. Pa, u heeft theologie gestudeerd. U weet dat het waar is. Wat denkt u van hun verzet tegen Almachtige God? Vertel het ons. We zagen het in het begin al. Bliksem uit het oosten is niet zomaar een religie. Ze getuigden van de terugkeer van de Heer Jezus. Christus de Verlosser verscheen in de laatste dagen om de mensheid te redden.
Als de overheid de kerk van Almachtige God toestaat het evangelie te prediken, zullen de komende jaren ontelbare mensen zich tot Almachtige God richten. De CCP is een atheïstische partij en veracht theïsme. De oorlog tussen de CCP en gelovigen in God is een oorlog over ideologieën. Het is een dodelijke worsteling. Hoe kunnen ze de verschijning van God en zijn werk toestaan? Hoe kunnen ze de kerk toestaan? De CCP begon met de onderdrukking en verbanning van alle religieuze overtuigingen. En verbood iedere religie in China om er een atheïstisch land van te maken. Dat is de enige manier waarop de CCP in China aan de macht kan blijven. Daarom heeft de CCP religie verboden vanaf het moment dat het aan de macht kwam. In die tijd werden christenen gevangen genomen. Christelijke gezinnen werden uit elkaar gedreven. Sommigen overleden zelfs in de gevangenis. We weten dat dit zo is. Dus waarom geloven er dan zoveel mensen in God? Voornamelijk omdat het boek Het Woord verschijnt in het vlees overal wordt verspreid. Veel mensen accepteren Almachtige God na het lezen van Het Woord verschijnt in het vlees. Dat boek is heel erg krachtig. Het wordt over de hele wereld verspreid. Het is een doorn in het oog van de centrale leiding. De leiders zullen niet rusten voordat de kerk van Almachtige God is verbannen. Luister goed. Jullie moeten dit goed begrijpen. Als ze het lef hebben om het christendom en katholicisme sekten te noemen, waarom zouden ze dan mild zijn met bliksem uit het oosten? Kort geleden hebben ze bliksem uit het oosten bestempeld als een sekte. En het is sindsdien aangevallen en verbannen. Het is tegenstrijdig om in bliksem uit het oosten te geloven. Ben je dan slim of dom? Jiri, jullie vader zei dit lang geleden al. En nu probeert de CCP om de kerk van Almachtige God te verbannen. Door de media te gebruiken om de kerk van Almachtige God te veroordelen. Zelfs sommige drie zelfkerken zijn gesloten. Een paar zijn er zelfs gesloopt. Het lijkt erop dat de CCP religie helemaal wil uitroeien. Hij zei ook dat veel van de gelovigen in Almachtige God zijn gearresteerd. De CCP probeert deze gelovigen ter dood te veroordelen. Als je in Almachtige God gelooft, word je gearresteerd. Jullie vergooien jullie toekomst. Jullie zetten misschien zelfs jullie leven op het spel. Ma. Luister naar me. Wat dit betreft heeft jullie vader gelijk. Geloof niet in Almachtige God, oké? Ma. Maakt u zich geen zorgen. We zullen voorzichtig zijn met geloven in China. Ja. Ma, pa. We weten dat de CCP van meet af aan religieuze overtuigingen bestreden heeft door het christendom en katholicisme te onderdrukken en christenen te arresteren en te doden. In de loop der jaren is de onderdrukking van religieuze overtuigingen steeds erger geworden. Het heeft de vervloeking van God uitgelokt. Kijk maar naar de voortdurende natuurrampen in China. Deze rampen overkomen Chinese mensen omdat de CCP zich tegen God verzet. Sinds de CCP aan de macht is, gebeuren er zoveel rampen in China. Waarom denkt de CCP daar niet over na? De oude keizers toonden wroeging wanneer er rampen plaatsvonden. De CCP ligt ver achter op de oude keizers. Ze houden geen rekening met de wil van de hemel en de mensen. Ze doen het christendom en het katholicisme schaamteloos af als sekte. Erger nog, ze zeggen dat de Bijbel een cultboek is. Waarom behandelt de CCP God, het woord van God en het werk van God als kwaadaardig? Dit bewijst dat de CCP kwaadaardig is. Ze heeft gelijk. Pa, ma. Ik heb gehoord dat de satanist Karl Marx de communistische partij opgericht heeft. Satanisme is de ergste sekte. Waarom is de CCP zo kwaadaardig? Dit staat in direct verband met de aanbidding van Marx door de communisten.
De CCP bestaat uit atheïstische demonen die vijandig staan tegenover God. Waarom veroordelen ze religie? Waarom zeggen ze dat de Bijbel een cultboek is? Waarom bestempelen ze Bliksem uit het Oosten als een sekte? Was het gebaseerd op het marxistisch-leninistische atheïsme en het communistische manifest? Waarom veroordeelt de CCP zo fanatiek godswerk in de laatste dagen? Waarom houden ze zoekacties en arrestaties tegen Christus in de laatste dagen en zijn volgelingen? Waarom mobiliseren ze de media om de verschijning en het werk van Almachtige God in discrediet te brengen? Het is gevaarlijk. Door God te weerstaan graven ze hun eigen graf. De Bijbel kent een vergelijkbaar verhaal. Toen Herodes hoorde van de geboorte van de koning van Israël, beval hij dat alle babyjongens in de stad gedood moesten worden. Hij probeerde de heerschappij van Christus op aarde te voorkomen. De CCP onderdrukt en verbant de kerk van de machtige God. Vervolgt Christus en doodt zijn volgelingen, omdat ze bang zijn dat Christus aan de macht komt op aarde. Bang dat de mensheid de waarheid van Almachtige God accepteert. Pa, weet de communistische partij niet dat de verschijning van Christus het werk is van de geest van God, de komst van de schepper om de mensheid te redden? Dat is juist. Heeft de CCP enig idee wat ze te wachten staat? Zijn de rampen nog niet voldoende? Door God te weerstaan vormen ze een gevaar voor het volk. Xiaoyi, waarom zegt de CCP dat het christendom een sekte is? Waarom zeggen ze dat de Bijbel een cultboek is? Jij zou het antwoord moeten weten. De Bijbel preekt over Gods verschijning en zijn werk. Eeuwenlang zijn onder invloed van de Bijbel steeds meer mensen in God gaan geloven. Zolang het christendom en de Bijbel bestaan, lopen het marxistisch-leninistische atheïsme en het evolutionisme gevaar. Daarom zien ze het christendom als een vijandige kracht. Uiteraard zien ze de Bijbel als een cultboek. De getuigenis van Bliksem uit het Oosten dat de Heer Jezus is teruggekeerd, beangstigt de communistische partij. De CCP en Christus de Verlosser zijn vijanden. Ze onderdrukken godsdiensten uit alle macht en verbannen kerken. De vergaderingen van het Centrale Comité en de geheime documenten bewijzen dat de snelle ontwikkeling van religieuze overtuigingen heeft geleid tot een crisis binnen de CCP. Het Centrale Comité heeft gezegd dat het verboden is voor CCP-leden en staatsambtenaren om in God te geloven. Vergeet het onderwijs van de CCP niet. Kinderen van CCP-leden moeten geloven in het gedachtegoed van Mao Zedong. Ze mogen niet in God geloven. Geloven in God wordt gezien als verraad aan de CCP. Kinderen van CCP-leden moeten de partij gehoorzamen, volgen en tot de CCP behoren. Wist je dat niet? Sinds de getuigenis van het woord verschijnt in het vlees, uitgedrukt door Almachtige God, is de CCP alert. Uit angst dat het woord verschijnt in het vlees over de hele wereld verspreid zal worden. Dus probeert de overheid Bliksem uit het Oosten te onderdrukken. En de kerk van Almachtige God te verbannen. Hoe je er ook naar kijkt, de CCP is nu aan de macht. Zolang de CCP bestaat, kun je niet in God geloven. Eigenlijk sta ik niet achter hun vervolging van religie. Maar wat kun je eraan doen? Ik ben lid van de partij. Mijn baan is bij de CCP. Ik moet ze gehoorzamen. Als ik niet voor de CCP zou werken, hoe kan ik dan voor jullie zorgen? Alles wat we hebben, komt van de CCP. Dat mag je niet vergeten. Inderdaad. Pa. Als ik u zo hoor praten, begrijpt u iedere keuze die de communistische partij maakt. Maar gelooft u in vergelding? Gelovigen vervolgen, zoals de CCP doet, is een zonde die vergelding zal voortbrengen.
Pa, de CCP is atheïstisch. Een satanisch regime dat tegen God gekant is. Ze hebben God nooit erkend. Welke bevoegdheid hebben ze om te beslissen welke kerk de ware is of niet? Ja, pa. Alles in de hemel en op aarde werd geschapen door God. God is de schepper. Alleen de schepper van het universum heeft het oppergezag. Alleen God is de waarheid. Zijn verschijning en werk vormen de ware weg. Almachtige God is de incarnatie van God. De verschijning van Christus de Verlosser in de laatste dagen, die waarheid spreekt ten behoeve van het oordeel en de zaligheid van de mensheid. Ja, mam. De CCP weigert niet alleen het werk van Almachtige God te accepteren, ze weerstaan en veroordelen Almachtige God. Is dat niet pervers en reactionair? De CCP heeft talloze zonden begaan. Het is een satanisch regime dat de waarheid haat en God afwijst. Wat is een sekte eigenlijk? Iedere groep of partij die God afwijst, is een sekte. Een sekte is een organisatie van kwaadaardige geesten en demonen die de mensheid misleidt en verderft. Iedere partij of organisatie die voor materialisme of evolutionisme pleit of de waarheid ontkent zoals uitgedrukt door God, is een sekte. Pa, u zou moeten weten wat een sekte in werkelijkheid is. De ideologieën van de CCP zijn de drogredenen van een sekte. In alles biedt de CCP weerstand tegen God en stelt ze zich reactionair op. De CCP is de echte kwaadaardige partij en sekte. Pa, ma, Almachtige God is naar de wereld gekomen in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken voor de redding van de mensheid. Het is als een licht aan de hemel dat een donkere wereld verlicht, om de mens te laten zien dat gerechtigheid op aarde is neergedaald. Waarom biedt de CCP weerstand tegen het werk van Almachtige God Christus in de laatste dagen? Waarom proberen ze Christus en de kerk van Almachtige God te verbannen? Het is een perversiteit tegen de hemel en een reactionaire daad. Waarom is het, hoe positiever iets is, hoe meer waarheid het bezit, hoe meer de CCP het zal veroordelen en niet stopt totdat het verboden is? De CCP is afschuwelijk. Vormen zij niet een waarachtig kwaadaardige partij? Een sekte? Pa, ma, de kerk van Almachtige God volgt Christus en getuigt van zijn verschijning en werk en predikt de waarheid zoals uitgedrukt door Almachtige God. Hun acties zijn gerechtvaardigd. De CCP biedt als een gek weerstand tegen God en arresteert iedereen die getuigt voor Christus. Natuurlijk worden ze door God vervloekt. Zo brengen ze het Chinese volk toch in gevaar? Alle rampen in China komen door de weerstand tegen God van de CCP. Pa, ma, kunnen jullie niet accepteren wat we zeggen? Ik geef toe. Sinds de partij aan de macht is, hebben ze veel kwaad gedaan. Mensen zien de communistische partij niet langer als een verlosser. Of als de rode zon, of een oude figuur. Dat is me wel duidelijk. Desalniettemin zijn ze nog steeds aan de macht in China. Het is een revolutionaire partij die voor niets en niemand terugdeinst. Wanneer je in Almachtige God gelooft, kun je op ieder moment gearresteerd worden. Of zelfs je leven verliezen. Dus ik sta het geloof in Almachtige God niet toe. Het is voor jullie eigen bestwil. Een wijs man onderwerpt zich aan de omstandigheden. Je kunt deze grenzen niet verleggen. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Vandaag heb ik het jullie duidelijk gemaakt. Het communisme onderwijst alleen het marxisme en het maoïsme. Geloven in God is verboden. Kinderen van partijleden moeten luisteren naar de partij en erin meegaan. Ze kunnen Christus nooit accepteren of volgen of voor hem getuigen. Kinderen van partijleden moeten al generaties lang in de communistische partij geloven. Oké, oké. Weigua,
Morgen gaan we picknicken. Kom, we gaan alles in de auto zetten. Kom op, opschieten. Er gaat heel wat mee. Lopen, oké? Opschieten. Jerry, jullie vader zegt dit om jullie te beschermen. Luister naar hem, oké? De CCP is tot vreselijke dingen in staat. Als jullie worden gearresteerd vanwege bliksem uit het oosten, kan hij niets voor jullie doen. Begrijpen jullie dat? Xiaoyi! Ja? Zullen we een potje schaken? Graag. Ik heb in geen tijden geschaakbaar. Ah, wat een heerlijk weer vandaag. Oh jongens, hier had ik al heel lang zo'n zin in. Maar, had het dan wat eerder gezegd? Ja. Jullie hebben het zo druk. Zelfs in het weekend zie ik jullie twee amper. Jullie hebben het drukker dan ik. Jullie zijn haast nooit thuis. Wat doen jullie ieder weekend? Hey. Gaan jullie naar de kerk? Dat je van mij niet in almachtige God mag geloven, is voor jullie bestwil. Ik zeg het regelmatig. Onder het communisme mag je alleen geloven in Marx, Lenin en Mao Zedong. Geloven in God is geen optie. De CCP onderdrukt de kerk van almachtige God. Maar jullie denken dat het allemaal verzonnen aanklachten zijn. Neem nou bijvoorbeeld de Chao Yuan-zaak van 28 mei in Shandong. Hoe leg je dat uit? Dat was een openbare rechtszitting. Na de Chao Yuan-zaak trad de overheid met harde hand op tegen huiskerken. Zette gewapende agenten in tegen de kerk van Almachtige God. En voerde een overweldigende huiszoekings- en arrestatieactie uit tegen leden van de kerk van Almachtige God. Hoewel mensen hun twijfels hadden over de zaak in Shandong. En dachten dat het nepnieuws was, gefabriceerd om het harde optreden tegen de kerk van Almachtige God te valideren. Deden de Chinese media verslag van de zaak? Of de feiten nu klopten of niet? Het had veel invloed in landen over de hele wereld. Hoe je de Chao Yuan-zaak ook ontkent, er zijn nog steeds veel mensen die de CCP vertrouwen. Daarom wil ik graag horen wat jij van de rechtszaak in Shandong vindt. Pa, hoe lang kan de CCP de wereld om de tuin leiden met de zaak die ze verzonnen hebben? Kan het ze redden van hun dreigende ondergang? De Chao Yuan-zaak had een enorme impact op landen over de hele wereld. Het misleidde onwetende mensen. Hoe lang laten mensen zich knollen voor citroenen verkopen? Hoe lang laten ze zich zand in de ogen strooien? Je kunt mensen niet lang misleiden. Leugens blijven leugens. Het zal nooit de waarheid worden. De misleiding van de CCP is schandelijk en ze worden steeds kwaadaardiger en corrupter. Ze zijn berucht. En niet alleen hier, maar ook in het buitenland. Kunnen fraude en misleiding de CCP redden? Steeds meer mensen zien het ware gezicht van de CCP. Niemand gelooft ze meer. De CCP is een beruchte atheïstische partij en een kwaadaardige satanische groep die zich hevig verzet tegen God in de wereld. Het CCP-gerechtshof is Satans gerechtshof. Kan er enige rechtvaardigheid voortkomen uit deze rechtbanken? De CCP is een dictatuur en een tirannie. Er is geen onafhankelijke rechterlijke macht. Rechters hebben geen autonomie. Ze nemen bevelen aan van de overheid en spreken recht over zaken zoals er wordt verteld. Dat is een feit. Bij zaken die voorkomen in hun gerechtshof worden feiten volledig verdraaid. Het is absurd. Tijdens deze jarenlange politieke strijd werden mensen door de CCP erin geluisterd. Daar zijn ze erg goed in. Toen de Chao Yuan-zaak voor het gerecht kwam, zeiden de verdachten duidelijk in het gerechtshof van de CCP: ik heb nooit contact gehad met de kerk van Almachtige God. De overheid treedt hardop tegen de Almachtige God waar Chao Weishan in gelooft, niet tegen onze Almachtige God.
Ze hebben nooit verklaard dat ze leden zijn van de kerk van Almachtige God. En de kerk wist niet wie ze waren. Waarom ging de CCP niet uit van de feiten? Er was geen onomstotelijk bewijs. Dus waarom verklaarde hij dat ze leden waren van de kerk van Almachtige God? Was dit geen valstrik? Was het niet een en al bedrog? Niemand gelooft meer in de verslagen van de CCP. Of hun leugens in de media. Ja. Pa, u werkt al jaren in het communistische systeem. U moet het nog duidelijker zien dan ik. Denkt u werkelijk dat de Chai Wan-zaak helpt de CCP in het zadel te houden? Pa, ik ben nu een aantal jaren journaliste en ik begrijp het. We weten dat iedere keer dat ze religie, burgerrechtenbewegingen of demonstraties onderdrukken, de CCP valse beschuldigingen uit waarmee ze de publieke opinie sturen, gevolgd door een hardhandig optreden. Kijk maar naar de studentenopstand in Peking. Wat ze wilden was integriteit, democratie en vrijheid van meningsuiting. Maar de CCP liet mensen onder de studenten infiltreren die verantwoordelijk waren voor geweldpleging, brandstichting en het creëren van chaos. Hierdoor werden de studenten gebrandmerkt als contrarevolutionair en relschoppers. Wat een excuus was om de studenten te onderdrukken. Dit werd gevolgd door een bloedige vergelding tegen de studenten. Duizenden studenten werden neergeschoten en overreden door de tanks. Dat is hoe de CCP het Tiananmen-bloedbad in scène heeft gezet dat Chinezen bang maakte en de wereld schokte. Op dezelfde manier werden de massaprotesten in Tibet onderdrukt. De overheid plaatste mensen in de demonstrerende menigte die opzettelijk misdaden begingen zoals moorden en plunderingen. Het leger vermoordde de demonstranten onder het mom van het onderdrukken van de opstand. Deze feiten bewijzen dat de CCP gebruik maakt van onderdrukking, feitelijke onjuistheden en liegen, gevolgd door geweld om iedereen uit de weg te ruimen die het niet met hen eens is. Door de Chao Yuan-zaak in Shandong stond het volk achter de onderdrukking van de kerk van Almachtige God door de CCP. Weer een misdadige religieuze achtervolging. Pa, u bent ambtenaar bij de CCP. U weet waarschijnlijk beter dan wij hoe ze te werk gaan. Ik leef al zo lang met het communisme dat ik geen illusies heb wat de CCP in werkelijkheid is. Ondanks dat ambtenaren graag de uiterlijke schijn ophouden, vinden achter gesloten deuren niets dan valse praktijken en zakelijke transacties plaats. De Cao Yuan-zaak terzijde. Geen van de zaken die door die rechtbanken worden berecht is eerlijk. Iedere zaak wordt gevoed door omkoping. Iedere zaak die gaat om religie of etnische minderheden is politiek gedreven. Nu de valse praktijken van de CCP bij steeds meer mensen bekend worden, zal de waarheid rond de Cao Yuan-zaak niet lang verborgen blijven. Ik had niet verwacht dat jullie zo goed op de hoogte waren van de ware intenties van de CCP. Jullie zijn echt volwassen geworden. Maar jullie zijn nog jong. Wat gebeurde er na het incident op Tiananmenplein? Dat werd veroorzaakt door studenten. Werden ze niet allemaal onderdrukt? Sommigen werden gedood, gewond of in de gevangenis gegooid. Anderen vluchtten naar het buitenland. Wie verzette zich tegen de CCP? Zelfs als de Chao Yuan-zaak een leugen was, wat maakt het uit? De CCP heeft zoveel onwaarheden verspreid, waarvan velen bekend zijn bij het volk. Maar wie kan het probleem oplossen? Wie kan iets aan de CCP doen? Weet je überhaupt wel waar de CCP in gelooft? Waarin dan? Ze zijn revolutionair. Ze geloven in geweld en leugens. En op een gewelddadige manier de macht grijpen. Ze denken dat een leugen de waarheid wordt, als je het maar vaak genoeg herhaalt. Hoeveel mensen er ook niet in hen geloven, hen ontkennen en hen weerleggen.
maakt de CCP niets uit. Ze gaan gewoon door met liegen. Zolang de korte termijndoelen worden behaald, maakt het ze niet uit. Wanneer mensen in opstand komen en demonstreren, gebruiken ze tanks en machinegeweren om het op te lossen. Indien nodig, zullen ze zelfs atoombommen en raketten gebruiken om te krijgen wat ze willen. De CCP deinst nergens voor terug om aan de macht te blijven. Direct nadat die zaak was aangekondigd, werden gewapende politieeenheden ingezet om christenen te arresteren en te onderdrukken. Wie kon ze tegenhouden? Wie had het lef weerstand te bieden? Wat konden buitenlanders doen toen ze achter de frauduleuze zaken van de CCP kwamen? De CCP heeft manieren om westerse democratische krachten te bestrijden. Ze gebruikt geld om alles te verdoezelen. Het gezegde zegt, hij die een gift ontvangt, verkoopt zijn vrijheid. Tegenwoordig veroordelen steeds minder landen de CCP. Zelfs mogendheden durven zich niet vijandig op te stellen. Ondanks alles lukt het de CCP nog steeds om haar macht te behouden. Zolang ze aan de macht zijn, zullen gelovigen in God nooit vrij zijn. Gods verschijning en werk in China worden door de CCP verafschuwd en verbannen. Zelfs als het ze niet lukt om een atheïstisch domein te creëren, zullen ze nooit stoppen met jullie te arresteren en te onderdrukken. Ik zag dit lang geleden al aankomen. Daarom ben ik erop tegen dat jullie in almachtige God geloven. Dit is voor jullie bestwil. Snappen jullie dat dan niet? Shari, kom je even? Oké. Pa, kijkt u werkelijk door de CCP heen? De CCP is slecht en toch floreert ze. Niemand durft zijn strobreed in de weg te leggen. Betekent dit dat ze voor altijd aan de macht kunnen blijven? Toen de Heer Jezus verscheen om te werken, probeerde het Romeinse regime zich te verzetten en hem te veroordelen. Zo'n machtige overheid. Maar werden ze niet vernietigd door de plaag van God? Het maakt niet uit hoe krachtig ze zijn. Als ze zich verzetten en handelen tegen God, zullen ze worden vernietigd door God. We kunnen status en macht niet verdedigen. Laat staan kwaadaardige macht. Aangezien God over alles regeert, wie zich tegen God verzet, zal vergaan. Pa, hoewel we weten dat de CCP slecht is, zien we niet noodzakelijk haar duivelse natuur. Waarom verzet de CCP zich tegen God en schaadt ze Gods uitverkoren volk? De Heer Jezus zei in de Bijbel, dit is een verdorven generatie. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld. En de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. De Bijbel zegt ook, de hele wereld ligt in de macht van hem die het kwaad zelf is. Waarom verzet de CCP zich tegen de kerk van Almachtige God en veroordeelt ze haar? Omdat de CCP bang is dat het Chinese volk Almachtige God accepteert en zich tot hem keert. Ze zijn vooral bang dat mensen het werk van Almachtige God in de laatste dagen accepteren. Ze zijn bang dat alle waarheden, zoals uitgedrukt door Almachtige God, worden verkondigd over de hele wereld en de wil van God op aarde wordt vervuld. Dit bewijst dat de CCP bang is voor de waarheid en de verschijning en het werk van God. Bang voor het ware licht dat de mensheid zal verlichten in de duisternis. Want de CCP weet dat als het woord van Almachtige God wordt verkondigd, velen Almachtige Gods werk in de laatste dagen zullen accepteren. Dat is de reden dat de CCP en ieder die Almachtige God volgt onderdrukt. Ze handelen pervers tegen de hemel. Ze zijn de vijand van God, de vijand van de waarheid en de vijand van gerechtigheid. Pa, u heeft ze verdedigd. U koos ervoor zich te verzetten tegen God en Gods uitverkoren volk te vervolgen. Dat is een zonde die Gods gezindheid beledigt en die zal bestraft worden. Zij die zich tegen God verzetten en tegen hem handelen, zullen worden vernietigd en naar de hel gaan. Pa, dit moet u toch inzien? Oh, Xiaoyi. Je ziet de oorzaken van de onderdrukking en vervolging van de kerk van Almachtige God door de CCP duidelijk. Ik wist al dat de CCP de kerk van Almachtige God vervolgt vanwege de verschijning van Christus in de laatste dagen om de mensheid te redden.
Het boek Het Woord verschijnt in het vlees heeft te veel invloed. Als de CCP niet had besloten ze te verbannen, wie weet hoeveel Chinese almachtige god dan hadden geaccepteerd. Denk eens aan de gevolgen. Iedereen snapt wat er dan zou gebeuren. Maar wat je zei over naar de hel gaan voor verzet tegen God, geloof ik niet. Wie weet waar de hel is? Hoe ziet de hel eruit? Ik weet niet eens of God wel bestaat. Ik ben er niet zeker van. Waar is God? Wie heeft God gezien? Als Almachtige God de ware God is, waarom heeft God de CCP dan niet tegengehouden toen ze Almachtige God veroordeelde en aanviel? Als God neerdaalt en de CCP vernietigt, dan is hij de ware God. Dan moet de mensheid erkennen dat Almachtige God de ware God is. En zal zelfs de CCP de ware God moeten aanbidden. Niemand zou hem weerstaan. Maar wat is er in werkelijkheid gebeurd? De politie van de CCP arresteerde gelovigen in God. Gods gelovigen werden in de gevangenis gegooid, gemarteld en verminkt. Velen van hen werden zelfs gedood. Maar heeft jullie God ze gered? Hoe overtuigt dit mensen dat jullie God de ware God is? Ik begrijp er niets van. Is de God waarin jullie geloven echt of nep? Volgens mij weten jullie het zelfs niet eens. Zijn jullie dom? Waarop baseren jullie dat jullie God de ware God is? Kun je dat uitleggen? Pa, u bent een ervaren man. Weet u dan niets over het bestaan van God en zijn heerschappij? Sinds de schepping waren er de drie fasen van Gods werk voor de redding van de mensheid. In het tijdperk van de wet en dat van genade begon God zijn werk in Israël en Juda. Tijdens die twee fasen van Gods werk werden zijn woorden uitgedrukt door profeten en opgeschreven in de Bijbel. De waarheden uitgedrukt door God in de laatste dagen voor de redding van de mensheid staan in Het Woord verschijnt in het vlees. In deze drie fasen is God tweemaal vlees geworden om reddingswerk te doen. De eerste keer is God vlees geworden als de Heer Jezus, die werd gekruisigd voor zijn verlossingswerk, het choqueerde de wereld. Het evangelie van de Heer Jezus verspreidde zich naar ieder huishouden en ieder huis. Het christendom heeft overal in de wereld kerken gevestigd. Zoveel mensen geloven in het christendom. In de laatste dagen is God vlees geworden in Almachtige God en deed het werk van het oordeel. Het woord verschijnt in het vlees van Almachtige God is een verklaring aan de mensheid. Zij die de waarheid liefhebben en Gods verschijning en werk zoeken, hoorden de stem van God tijdens het lezen van de Bijbel en het woord verschijnt in het vlees. Door het zien van de verschijning en het werk van God werd het bestaan van God duidelijk. Pa, aangezien u niet weet of God bestaat, waarom bestudeert u het werk van God dan niet? Veel ongelovigen zijn het eens met dingen als: het lot van de mens wordt bepaald door de hemel. Wanneer de mens handelt, neemt de hemel waar. De mens wikt, maar God beschikt. Iedereen met een geweten erkent vergelding. Hoewel de mens God niet kon zien, vat hij die woorden van wijsheid samen. Hij bevestigde volledig Gods bestaan en heerschappij. Zij die alleen geld belangrijk vinden, proberen niet de verschijning en het werk van God te bestuderen. Voor hen zijn alleen geld, roem en winst belangrijk. Status en macht staan bovenaan. De Bijbel zegt dat alleen dwazen zeggen dat God niet bestaat. Pa, hier is een voorbeeld. Landen, rassen en steden die zich hadden verzet tegen God, werden uiteindelijk vernietigd door God. Zeg, is daar bewijs voor? Waarom ken ik de feiten daarvan niet? Kun je me de feiten vertellen? Kun je me vertellen wanneer de CCP ten onder gaat? Wanneer God de CCP vernietigt, geloof ik het. Ik begrijp wat je vader zegt. Als God de CCP vernietigt zodat Chinezen een goed leven kunnen leiden, dan zal ik geloven. Ma! Het eten is klaar. We kunnen praten onder het eten. We komen eraan. Pa, kom. Pa, hoewel u lid van de CCP en een atheïst bent, gelooft u niet in de wil van de hemel? Erkent u dat het lot van een persoon zijn leven bepaalt? Erkent u het feit dat wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten? Mm-hmm. Het is voldoende om te bewijzen dat God regeert over de wereld en de mensheid. Sinds mensenheugenis
werden naties die zich verzetten tegen God geruïneerd. Het is te gemakkelijk voor God om een land te vernietigen. Toen de Heer Jezus aan het werk was, voegden de leiders van het Jodendom zich bij de Romeinse regering in de kruisiging van de Heer. 70 jaar later werd Israël gestraft door God. Israël werd onderworpen en veel Joden werden gedood. Het Romeinse Rijk had zich tegen God verzet en christenen gestraft. Maar ze kregen hun vergelding. God heeft ze vernietigd. Van deze historische feiten leren we dat zij die zich tegen God verzetten, uiteindelijk werden gestraft en vernietigd door God. Sinds ze aan de macht zijn, heeft de CCP christenen gearresteerd en vermoord. De verschijning van Christus in de laatste dagen, almachtige God, aan het werk in China, heeft meer weerstand ondervonden. De CCP ging tot het uiterste om de kerk van almachtige God te onderdrukken, te jagen op Christus en Gods volk te vervolgen. Ze verspreidden zelfs geruchten om de kerk van almachtige God te belasteren in een poging om mensen God te laten ontkennen, waarmee de kans om verlossing te ontvangen verkeken was en mensen in de hel zouden belanden. De talloze slechte daden van de CCP en haar verzet tegen God hebben God woedend gemaakt. Na Gods werk van het oordeel in de laatste dagen zal God rampen sturen om de kwaadaardige krachten van Satan te vernietigen en de weerbarstige CCP vernietigen om de rechtvaardige gezindheid van God te tonen. Almachtige God zegt: overal waar de incarnatie verschijnt, wordt de vijand op die plaats vernietigd. China zal als eerste vernietigd worden, verwoest door de hand van God. God zal genadeloos optreden tegen China. Wie het werk van God tart, zal naar de hel worden gestuurd. Elk land dat het werk van God tart, zal worden vernietigd. Elke natie die opstaat om zich tegen het werk van God te keren, zal van de aardbodem worden weggevaagd en zal niet meer bestaan. Elk van Gods woorden zal worden vervuld. De CCP heeft zoveel gelovigen geschaad en kwaad verspreid en zoveel rampen over China afgeroepen. Hoe kan ze niet worden vernietigd door God? Ja. Kijk eens naar alle rampen die gebeuren. Het zijn vergeldingen voor het verzet tegen God. Pa, volg niet de CCP in haar verzet tegen God. Het hoogtepunt van onrecht is verdoemenis. Wanneer rampen zich voltrekken en de CCP wordt vernietigd, is het te laat. Almachtige God zegt: mijn genade uit zich over hen die mij liefhebben in zichzelf verloochenen. En de straf die de goddelozen ontvangen is juist het bewijs van mijn rechtvaardige gezindheid en meer nog getuigen van mijn toorn. Als rampspoed aanbreekt, zullen alle die zich tegen mij verzetten huilen als zij ten prooi vallen aan honger en pest. Als de mensheid een goed lot wil hebben, als een land een goed lot wil hebben, dan moet de mens in aanbidding voor God neerbuigen, berouw tonen en belijden voor God. Want anders zal het lot en de bestemming van de mensheid onvermijdelijk in een catastrofe eindigen. Pa, ma, het woord van Almachtige God is heel duidelijk. Alleen door te geloven in God en God te aanbidden, kan de mensheid de bescherming en zorg van God ontvangen en de grote catastrofe overleven. Genoeg! Je predikt het evangelie tegen me. Als atheïst en lid van de CCP kan ik niet in God geloven. Ik geloof dat de leer van de CCP praktisch is. Als je ze volgt, kun je een rijke, hooggeplaatste ambtenaar worden. Macht en status verkrijgen en in welvaart leven. Dat is geluk. Echter, wanneer je in God gelooft, moet je vluchten als een dief. Je kunt naar de gevangenis worden gestuurd of nog erger. Je kunt niet gelukkig zijn. Ik leef voor het heden, niet voor na de dood. Ik zie het dan wel. China is het rijk van de CCP. Als je in God gelooft, zal de CCP je naar het leven staan. Ik geloof in de partij. Het is te wijten aan de omstandigheden. Vandaar dat ik tegen je geloof in Almachtige God ben. Goed, genoeg daarover. Laten we van onze lunch genieten. Het is zo fijn dat we er allemaal zijn. Heb je dit al geprobeerd? Hier, hier, proef dit eens.
Onze twee kinderen geloven in almachtige God. Ze zullen niet snel van gedachten veranderen. Ik ben vandaag de discussie met hen aangegaan. En wat denk je? Ze hadden hun feiten bijzonder goed op een rijtje. Ik moet zeggen dat ik sprakeloos was. Ik had niet verwacht dat Xiaoyi zoveel ervaring en kennis op zou doen in het buitenland. De jongen is werkelijk geweldig. Hey, snap je niet wat dit betekent? Geloven in God kan alleen maar goed zijn. Zonder geloof in God zouden de kinderen wellicht openstaan voor slechte invloeden. Tijdens jullie ruzie begreep ik het woord voor woord. Wat onze zoon zei klonk heel logisch. Toch? Hij is maar een paar jaar weg geweest. En nu is hij een nieuw mens. Geloven in God is blijkbaar niet gemakkelijk. Want hoe heeft Yi zoveel kunnen leren? Ik denk dat geloven in God niet slecht is. Het is goed voor hun ontwikkeling als mens. Vertel me waarom de CCP gelovigen in God arresteert. Het is beangstigend. Snap je nog steeds niet waar het bij de CCP om gaat? Het is een atheïstische partij. De centrale leiders verafschuwen God. Ze willen alle christenen achter slot en grendel. Wat kunnen we doen? Iedereen weet dat gelovigen goede mensen zijn. Het beleid van de CCP is kwaadaardig. Niemand kan dat veranderen. Wat kun je doen als je in dit land bent geboren? Ik denk dat Yi het woord verschijnt in het vlees vaak gelezen heeft. Het woord verschijnt in het vlees is heel krachtig. De impact is enorm. Zodra iemand erin begint te lezen, verandert er iets wat niet kan worden teruggedraaid. Zij die in almachtige God geloven, lezen iedere dag in het woord verschijnt in het vlees. En ze worden steeds fanatieker. Hoe de CCP ze ook aanpakt, ze blijven volhouden. Kantoor 610 had een hersenspoelcursus, waarin professoren en voorgangers van de Drie Zelfkerk werden uitgenodigd om gelovigen in God te hersenspoelen. Ik zag het hele proces. Het werkte totaal niet. Veel gelovigen in de almachtige God worden zelfs nog godsdienstiger. Zelfs een andere aanpak had geen zin. Het lukte gewoon niet om ze te hersenspoelen. Werkelijk? Het lijken heel gewone mensen. Maar ze hebben zoveel wijsheid en inzicht. Professoren probeerden ze te hersenspoelen met atheïsme en marxisme-leninisme. Zonder enig succes. Ze stonden vooral afwijzend tegenover het atheïsme dat ze hoorden. De geleerden en voorgangers die zich specialiseerden in bijbelstudie konden ze met geen enkele interpretatie overtuigen. Van wat ik van onze zoon gehoord heb, zou hij wel eens God besmet kunnen zijn. Er is geen weg terug. Als hij wordt gearresteerd, zou dat een ramp zijn. Zelfs wij kunnen hem dan niet redden. Wat kunnen we doen? Wigwa, ik weet hoe dit voor je is. Ik vind het niet erg dat Xiaoyi in God gelooft. Zijn weg is juist. Maar als hij wordt gearresteerd, zou dat voor iedereen verschrikkelijk zijn. Hey, we moeten ervoor zorgen dat hij voorzichtig is en niet in de problemen komt. Ik denk dat het niet verkeerd is om in God te geloven. Misschien loont het op de lange termijn. Het is in ieder geval beter dan geloven in de CCP. De communistische partij heeft haar beste tijd gehad. Op een dag gaat het mis met de partij. En wat doe je dan? Dat zou een groot probleem zijn. Onze zoon is slim. Hij zal geen verkeerde dingen doen. Hij vindt zijn eigen weg hierin. Luister, waarom probeer je het niet te negeren? Laat ze hun gang gaan. Veroorzaak geen ruzie in ons gezin. Wat ons betreft, we moeten alert zijn. Laat ze thuis geloven. Maar niet daarbuiten. Dat is toch beter? Jij denkt dat het zo eenvoudig is. Het verborgen houden. Waarom zouden ze dat doen? Denk je dat ze naar je zullen luisteren? Je wilt dat ze in God geloven, maar thuis geen ruzie maken?
Is dat mogelijk? Weet jij het antwoord? Nou, ik zal je laten zien wat er in de propaganda van onze regering staat. Wat is dit? Gelovigen in God geven niets om hun familie? Hoe is dat mogelijk? Als dat waar is, dan hebben we ze voor niets opgevoed. Zo is het. Als je om ons gezin geeft, moet je aan mijn kant staan. En je best doen om te zorgen dat ze niet langer geloven in Almachtige God. Wat doen we nu? Lees dit document. Als ze hiermee doorgaan. Als u deze grafiek bekijkt, ziet u dat in het eerste kwartaal van volgend jaar onze groei naar verwachting zal doorzetten. Hey, Ma wil dat we vroeg thuiskomen na het werk. Vergeet het niet. Oh, oké. Ik ben al onderweg. Mooi. Dan zie ik je daar. Xiaoyi, kom op nou. Ja, laat hem met rust. Jij moet ook settelen. Je moeder en ik zitten te wachten. We willen wel graag kleinkinderen. Ik had het niet moeten vragen. Prima. Wie kan iemand vinden wanneer hij dat wil? Hier, neem nog wat, pa. Probeer het. Het is niet pittig, het is heerlijk. Echt waar. Er is voldoende. Laten we het allemaal proeven. Xiaoyi, Xiaori. Er is iets waar ik met jullie over wil praten. Tuurlijk, maar. Wat is het? Ja, wat is er, ma? Ik ben het ermee eens dat geloven in God goed is. Het helpt je om op de juiste weg te blijven. Het feit dat jullie allebei in God geloven is een opluchting voor me. Ik hoef me geen zorgen over jullie te maken. Maar ik heb documenten van de overheid gelezen die waarschuwen dat sommige mensen die in Almachtige God geloven hun familie zullen verlaten om het evangelie te prediken. Sommigen zullen zelfs hun hele leven niet trouwen. In de documenten staat ook dat de overheid één groep gelovigen in Almachtige God wil vastzetten en een andere groep wil doden. En zoiets als troepen worden pas teruggetrokken als de verbanning compleet is. Veel gelovigen in Almachtige God werden gearresteerd, gevangen genomen, verwond en zelfs verminkt. Sommige gelovigen raakten hun baan kwijt en zelfs hun familie werd geruïneerd. Als reactie hierop werd gezegd dat gelovigen niet om hun familie geven. Xiaoyi, Xiaori, denken jullie dat dit allemaal waar is? Ma. Ik wil wel zeggen dat je de wens om te trouwen niet moet opgeven, nog je familie in de steek moet laten. Als dit je geloof is, smeek ik je, geloof niet in Almachtige God. Luister alsjeblieft naar wat ik je vraag. Ma, u weet dat het geloof naar de juiste weg leidt en dat is geweldig. Als u zou begrijpen dat Gods verschijningen en werk bedoeld zijn voor de redding van de mens, dan zou u ook geloven en God volgen. De Heer Jezus zei, ik verzeker jullie. Iedereen die huis of ouders, broers of vrouw of kinderen heeft achtergelaten omwille van het Koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. Hij zei ook, wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Ja, ma. Wanneer u deze woorden van de Heer Jezus leest, dan weet u welke mensen ware gelovigen in de Heer Jezus zijn. Het zijn deze volgelingen die de CCP het meest haat. Zeg, ma. Weet u waarom ze de Heer op deze manier volgen? Nee, Rie. Ze volgen de Heer op deze manier om achter de waarheid te komen, voor hun leven en voor de Heer. Ze geven alle wereldse glorie en rijkdom op en begeren geen vleeselijke lusten. Ze doorstaan ontberingen om het evangelie te kunnen prediken en te geven voor de Heer. Het zijn zulke nobele mensen. De Heer prijst al deze mensen. Dat is waar, ma. We moeten erachter komen waarom de CCP ze haat en veroordeelt. Waarom worden ze vastgezet en ter dood veroordeeld? De CCP zegt, troepen worden pas teruggetrokken als de verbanning compleet is. Is dat niet een perverse daad tegen de hemel? En verzet tegen God? Volgens mij
is wat de CCP heeft gedaan met deze mensen die in God geloven crimineel en zondig. Het is reactionair. Maar u moet begrijpen wat het verschil is. Ma, gelovigen in God prediken het evangelie. En getuigen voor God, zodat anderen kunnen worden gered door God. De wereld om ons heen wordt steeds kwaadaardiger. Mensen worden steeds verdorvener. Ze steunen het kwaad en verafschuwen de waarheid. Ze volgen de slechte trends van de wereld, waarin ze veel eten en drinken en genieten van zondig plezier. En zich zelfs openlijk tegen God verzetten en hem ontkennen. Maar de wereld is zo kwaadaardig en de mensen zijn zo verdorven. Hadden ze niet al lang geleden vernietigd moeten zijn? De Bijbel voorspelt een catastrofe tijdens de laatste dagen. We moeten terugkeren naar Almachtige God en zijn zuivering en redding aanvaarden. Of we zullen worden vernietigd. Nu de catastrofe op handen is, wordt de mensheid geconfronteerd met totale vernietiging. Door de waarheid in de laatste dagen uit te drukken, is de geïncarneerde Almachtige God begonnen aan zijn werk om over de mens te oordelen en hem te zuiveren, zodat de mens kan worden gered en naar Gods koninkrijk kan worden gebracht. Vindt u dat geen geweldig nieuws? Mm-hmm. God is gekomen om de mens te redden. Is dat niet de liefde van God? Inderdaad. Als de mensheid wil worden gered, kan het maar op één manier. Door het oordeel van Almachtige God te accepteren en gezuiverd te worden van de verdorvenheid om zo de catastrofe te overleven met de bescherming van God. Gelovigen in Almachtige God begrijpen Gods gretigheid om de mens te redden. Ze zijn bereid comfort op te offeren en zien de vervolging door de CCP dapper onder ogen om Almachtige Gods Koninkrijks evangelie te prediken en te aanschouwen. Het is waar, maar... Gelovigen verdragen dit alles, zodat meer mensen zullen overleven door Gods redding. Dit is het uitvoeren van de wil van God, ma. Zoals de Heer Jezus zei, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Almachtige God zegt, als leden van het menselijk ras en toegewijde christenen, is het onze verantwoordelijkheid en plicht om onze geest en lichaam op te offeren voor de volbrenging van Gods opdracht. Want ons hele wezen kwam van God en het bestaat dankzij de soevereiniteit van God. Als onze geesten en lichamen niet voor Gods opdracht zijn en niet voor de rechtvaardige zaak van de mensheid, dan zijn onze zielen hen die als martelaren gestorven zijn voor Gods opdracht onwaardig en te meer God die ons alles gegeven heeft onwaardig. Inderdaad. Pa, ma, denken jullie dat gelovigen in Almachtige God de gevaren van het verspreiden van het evangelie niet zien? Als jullie dat denken, dan zien jullie het verkeerd. Het verspreiden van het evangelie is de wil van de hemel en de mensen. Het is moreel en deugdzaam. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar de CCP heeft de wil van de hemel en de mensen verraden door de welwillendheid van christenen te veroordelen en door wrede vervolging. Grote aantallen christenen zijn ontheemd en dakloos geworden. Velen werden gearresteerd en gevangen gezet en sommigen werden ter dood veroordeeld. De CCP veroorzaakte de ondergang van talloze christelijke families. Toch beweerde de regering dat hun geloof in God de verwoesting van hun familie teweegbracht. Is dit geen schandalige verdraaiing van feiten? Als de communistische partij de christenen niet had gearresteerd, zou alles anders zijn. Is het niet de CCP die gezondigd heeft door haar vervolging van christenen? Er is niets mis met geloven in God. Veel mensen over de hele wereld geloven en hun families blijven bij elkaar. Dat klopt toch? Het is waar, ma. Sommige onwetende mensen worden nog steeds misleid door de absurde geruchten van de CCP. Ze geven niet de CCP de schuld dat ze christenen vervolgen, maar ze geven christenen de schuld dat ze in God geloven. Dat is niet alleen dom, maar ook absurd. Pa, ma, jullie moeten onderscheiden wat de waarheid is. Accepteer de geruchten van de CCP niet. Nu ik naar jullie geluisterd heb, begrijp ik het.
De CCP zet vele gelovigen in God gevangen en doodt ze zelfs. Wat hun families kapot maakt. Maar ze geeft de schuld aan de slachtoffers en zegt dat ze schuldig zijn door hun geloof in God. Als dat geen verdraaien van feiten is. De overheid van China is verachtelijk en wreed. Degenen die in God geloven, verdragen liever de vervolging door de overheid en prediken het evangelie om anderen te redden. Het is zo bewonderenswaardig. Dit zijn zulke deugdzame mensen. Zeg, Wigwa, ben je het er niet mee eens? In veel opzichten zijn het inderdaad goede mensen. Ze zijn niet dom. Wat ze doen, doen ze voor de lof en zegeningen van de Heer. Maar denk je dat het praktisch is? Pa. Ik meen het. De gevangenis ingaan voor het prediken van het evangelie, wat is dat voor toekomst? Welzijn is voor ieder mens belangrijk. Als je voor de rest van je leven naar de gevangenis wordt gestuurd, wat doen de zegeningen van de Heer dan voor je? Ik begrijp er niets van. Kijk, als de Heer ze uit de gevangenis zou redden en naar het hemelse koninkrijk zou brengen, dan zou je dat een echte zegen kunnen noemen. Is dat wel eens gebeurd? Ik heb het nog nooit gehoord. Het spijt me, maar ik kan niet toestaan dat je in God gelooft en het evangelie predikt. Als je vader kan ik niet toestaan dat je zulke ontberingen en zo'n pijn leidt. Ik kan niet aanzien dat je wordt gearresteerd. Je moet mijn mensen hierover respecteren. Ik doe het allemaal voor jouw eigen bestwil en voor je zusters eigen bestwil. En voor jullie toekomst. Begrijpen jullie dat? Ik heb voldoende gegeten. Xiaoyi, Xiaori. Jullie vader heeft gelijk. Het is gevaarlijk om nu in China in God te geloven en het evangelie te prediken. Verspreid het evangelie niet. Jullie kunnen thuis je geloof beoefenen. Wanneer de CCP omvalt en er religieuze vrijheid is, kunnen jullie het evangelie prediken en voor God getuigen. Het zal niet te laat zijn. Jullie weten dat het de bedoeling van de CCP is om christenen te arresteren. Ik word doodsbang bij de gedachte dat jullie erop uitgaan om het evangelie te prediken. Zo is het. Jullie zijn volwassenen. Denk ook eens aan je vader en moeder. Ma, laten we daar praten. Oké. Nee, dank je. Jij. Pa, ma. We weten dat jullie bang zijn dat we zullen worden vervolgd. We begrijpen hoe dit voor jullie voelt. We weten ook dat we een arrestatie riskeren als we in China prediken. Maar als we wachten tot de CCP omvalt, zal het te laat zijn. Dat is waar, pa. Tegen die tijd is Gods werk voltooid. De catastrofe zal een feit zijn. Zij die de redding van God in de laatste dagen niet hebben ontvangen, zullen omkomen in de catastrofe. En hun ziel zal in de hel worden geworpen als hun straf. Almachtige God zegt: de rampspoed komt van mij en wordt natuurlijk door mij georchestreerd. Als ik jullie niet als goed kan beschouwen, dan zullen jullie het lijden aan rampspoed niet ontkomen. Niemand weet dat God de mens herhaaldelijk herinnert en aanspoort
omdat hij een ongekende catastrofe in zijn handen houdt die hij heeft voorbereid. Een catastrofe die ondraaglijk zal zijn voor het vlees en de ziel van de mens. Deze catastrofe is niet alleen een straf voor het vlees, maar ook voor de ziel. Dit is omdat binnen Gods plan maar één schepping en één verlossing past. Dit is de eerste keer en het zal ook de laatste keer zijn. Daarom kan niemand de goede bedoeling en de vurige verwachting van God voor de verlossing van de mensheid ooit bevatten. Pa, ma. Het is het verlangen van God om de mensheid te redden uit de greep van de ramp. Als we uit angst voor de CCP het evangelie niet prediken en hem ons thuis verbergen waar we veilig zijn, maar vervuld van schaamte, zal ons hart geen vrede kennen. Pa, ma. Het is niet gemakkelijk, maar jullie weten dat we het juiste doen. Ik hoop dat jullie onze keuze kunnen respecteren en niet langer ingrijpen in ons geloof in God. We kennen de risico's van het beoefenen van ons geloof en we zullen onze wijsheid gebruiken. Genoeg! Wat jullie ook zeggen, ik sta niet toe dat jullie in God geloven en het evangelie prediken. Zolang de CCP aan de macht is, kunnen jullie niet in God geloven of prediken. Wat dit betreft, moeten jullie doen wat ik zeg. Anders zijn jullie niet langer mijn kinderen. Dank je. Ze kunnen ons niet weerhouden van ons geloof in God. Maar ze zijn bang dat we zullen worden gearresteerd en vervolgd. Als we op deze manier ruzie met hen blijven maken, kwetsen we ze dan niet? Wat zal het doen met de harmonie binnen ons gezin? Onze relatie met onze ouders zal verschrikkelijk zijn. Luister. Ik begrijp dat je je zorgen maakt. Maar de reden dat we met hen in discussie gaan is om ze te verlichten. Zodat ze begrijpen dat het cruciaal is dat ze geloven voor redding en eeuwig leven. Ze worden misleid door de CCP en zien het niet duidelijk. Pa kan zijn macht en status niet loslaten. Als we niet met hen praten over de waarheid en zij geloven in drogredenen, hoe kan het dan goed komen met hen? We moeten ze verlichten en ze de vervolging van christenen en het verzet tegen God van de CCP laten inzien. Als dat lukt, zullen ze ons steunen in ons geloof. En niet langer door de CCP worden gebruikt en eraan deelnemen. Het is belangrijk dat we ze helpen begrijpen. Want hun mening is niet gebaseerd op de waarheid en behoort tot Satan. Als we ze niet helpen begrijpen, hoe kunnen ze het dan inzien? Vind je ook niet? Ik begrijp wat je bedoelt. Ze willen voorkomen dat we geloven en ons van God vervreemden. Ze heulen met de CCP in het verzet tegen God. Onze ruzie met pa en ma is een wedstrijd tussen de waarheid en leugens. Het is een spirituele oorlog binnen ons gezin. Inderdaad. Ik voelde me zwak voor ons gesprek, omdat ik het niet begreep. Ik was een beetje dom. Het is fijn dat je het nu begrijpt. Shaori, kon ik maar hetzelfde van pa zeggen. Hij weet dat gelovigen in God op het rechte pad lopen. Maar voor zijn levensonderhoud volgt hij de CCP en vervolgt hij gelovigen. Zijn koers ligt op verzet tegen God. Dat is op lange termijn heel gevaarlijk. Als hij geen berouw toont, zal hij worden gestraft en lijden. Ik maak me er ook zorgen over. Hij gelooft niet en dus mogen wij het ook niet. We moeten getuigen zijn van Gods werk in de laatste dagen voor pa en proberen hem te redden, zodat hij van koers kan veranderen en op het goede pad komt.
Ik hoop echt dat pa van koers verandert en ons niet langer van ons geloof in God weerhoudt. Dan zal ons gezin niet uit elkaar vallen. Dat is waar. Als pa het woord van Almachtige God kon lezen en Gods werk in de laatste dagen kon accepteren, zou dat nog beter zijn. Mm-hmm. Maar zelfs als hij dat niet doet, zou hij op zijn minst breken met de CCP in het vervolgen van gelovigen en zijn verzet tegen God. Dan zou zijn straf worden verminderd. Getuigenis voor Gods heilige naam en hebben Gods hart tevreden gesteld. Rechtvaardigheid en heiligheid hebben deze wereld gevuld. Alles is mooi en nieuw. Loof hem, zing glorie aan zijn naam. We lopen. Ben je weer thuis? Ja. Moest je niet naar een vergadering? Waarom ben je al zo vroeg thuis? Waar zijn ze? Ze zijn boven. Wat is er aan de hand? Xiaoyi, Xiaori, beneden komen. Oké. Wat is er? Je kijkt zo boos. Het heeft met hen te maken. Ma, laat mij maar. Kom hier. Pa, wat is er? Hebben jullie het gehoord? Het Centraal Comité wil nog steeds de kerk van de Almachtige God onderdrukken. Ze gaf de ME toestemming om samen te werken met de politie, om een landelijke aanval tegen de kerk van de Almachtige God te beginnen en huiskerken volledig te verbannen. Ze willen de belangrijkste elementen van de kerk van de Almachtige God streng straffen en dergelijke groepen vastzetten en ombrengen. De communistische partij heeft vele gevangenissen gebouwd om voorbereid te zijn op gelovigen in God. Gelovigen in God gaan een catastrofe tegemoet, begrijpen jullie dat? De CCP zal haar beleid ten aanzien van religie nooit versoepelen. Het zal alleen maar erger worden. Totdat alle huiskerken volledig zijn verbannen. En ze zullen zeker doorgaan totdat de kerk van Almachtige God is verbannen. Ik waarschuw jullie. Stop met het geloven in Almachtige God. Wikwa, waarom kun je niet wat vriendelijker zijn tegen onze kinderen? Je bent altijd zo boos. Alsjeblieft. Kom, ga zitten. Alle twee. Je vergadert iedere dag met de overheid en je brengt het mee naar huis. Je geeft ze weer les in politiek. Als je zo nodig in God wilt geloven, ga dan tenminste naar de Drie Zelfkerk. Daar worden jullie niet gearresteerd en vastgezet. Dat is waarom ik tegen jullie geloof in Almachtige God ben. Begrijpen jullie het nu? Pa, als je in China gelovig bent, ben je gedoemd om vervolgd te worden door de CCP. Dat weet iedereen. We geloven in God om de waarheid na te streven en onze satanische gezindheid te weerstaan. Om waarheid en menselijkheid te verkrijgen en gered te worden door God. Als we gehoorzamen aan de satanische CCP en ons geloof in God met de Drie Zelfkerk beoefenen, hoe kunnen we dan de waarheid ontvangen om onze satanische gezindheid te weerstaan en Gods redding ontvangen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan? Precies. Pa, u weet heel goed dat de Drie Zelfkerk wordt gecontroleerd door de CCP. Alle voorgangers in de kerk zijn aangesteld door de overheid. Het is er verboden te spreken over de voorspelling in het boek Openbaring. Ze mogen niet spreken over een spiritueel leven of over het liefhebben van en geloven in God. Dus waar spreken ze over? Patriotische liefde in het eren van God. Ze praten over sociale evangelie en juridische moraal. Hmm. Ze prediken over het gehoorzaam zijn aan hen die macht hebben. Pa, kunt u zeggen dat een dergelijke kerk echt in God gelooft? Zullen ze het werk van de Heilige Geest verdienen? Dergelijk geloof in God verdient de lof van God niet. Dat is waar. Belijden met de Drie Zelfkerken leidt niet tot de waarheid en de redding door God. Het zou nutteloos zijn. Pa, u weet dat hij gelijk heeft.
Degenen bij de Drie Zelfkerk zijn zo bang voor vervolging dat ze liever het regime van Satan gehoorzamen dan God. Zijn het geen gevangenen en marionetten die het regime van Satan gehoorzamen? Gevangenen en marionetten? Jullie zijn te jong om te weten waar je het over hebt. Een wijs man onderwerpt zich aan de omstandigheden. Welke wijze man? Het zijn allemaal timide en laffe ongelovigen die in schaamte leven. Ze zullen nooit door God worden geprezen. Ze zullen worden geëlimineerd en vernietigd door God. Zij heeft gelijk. Wij zullen in ieder geval nooit ons geloof in God beoefenen in de Drie Zelfkerk. Als dat zo is, zal ik jullie niet dwingen. Maar geloof alleen in Jezus. Nooit in Almachtige God. Geloven in Almachtige God is te gevaarlijk. Ik heb jaren voor het Verenigd Front gewerkt en veel religies bestudeerd. Christenen, katholieken, orthodoxen, al deze religies, ze geloven allemaal in Jezus. Maar jullie geloof in Almachtige God is anders. Volgens documenten van de CCP is de kerk van Almachtige God niet christelijk. Jullie verkondigen het evangelie onder de vlag van het christendom aan verschillende kerkgenootschappen die jullie niet als een christelijk kerkgenootschap erkennen. Daarom zal ik jullie nooit toestaan te geloven in Almachtige God. Alleen in het christendom. De vervolging van de overheid zal minder zwaar zijn. Als je wordt opgesloten voor het geloven in Almachtige God, is je leven in groot gevaar. De CCP weet dat gelovigen in Almachtige God Christus in de laatste dagen volgen en de discipels en apostels van Christus zijn. Wat de CCP het meest beangstigt, is het boek Het Woord verschijnt in het vlees, uitgedrukt door Christus in de laatste dagen. En de hardnekkige groep die Christus in de laatste dagen volgt. We hebben de geschiedenis van het christendom bestudeerd. Waar de Joden en het Romeinse Rijk vooral bang voor waren, waren de discipels en apostels van Jezus. Wanneer deze mensen werden gevangen, werden ze meteen geëxecuteerd. Wanneer er geen maatregelen worden genomen om de groep die Christus van de laatste dagen volgt te verbannen, zal binnen enkele jaren de volledige religieuze gemeenschap zijn opgenomen. Verschillende christelijke gezindten in China zijn al opgenomen door de kerk van Almachtige God. Daar is de CCP duidelijk over. Als de CCP de Chao Yuan-zaak niet verzonnen had, was de dag misschien al aangebroken waarop alle religies van de wereld waren opgenomen door de kerk van Almachtige God. Als de kerk van Almachtige God de religieuze gemeenschap opneemt, zal dat ongunstig zijn voor de positie van de CCP. Het Centraal Comité heeft daarom besloten om alles in het werk te stellen om de kerk van Almachtige God snel te verbannen. Je moet weten dat de opkomst van Bliksem uit het Oosten niet alleen in China plaatsvond, maar overal ter wereld. Met een dergelijke verschuiving moet de CCP wel een massale campagne voeren om jullie te onderdrukken. Als je al in God moet geloven, moet het christendom zijn en niet langer Almachtige God. De kerk van Almachtige God behoort niet tot het christendom. Pa, u gaf net de reden waarom de CCP de kerk van Almachtige God onderdrukt. Maar weet u waarom de belangrijke christelijke gezindten werden opgenomen door de kerk van Almachtige God? Het was omdat mensen van alle gezindten en denominaties de stem van God hoorden. Toen ze Almachtige Gods verschijning en werk zagen, besloten ze dat de Heer Jezus was teruggekeerd. Ze keerden zich allemaal tot Almachtige God. Dit is het geweldige nieuws waar gelovigen van allerlei geloofsgemeenschappen op hebben gehoopt. Dat is juist, pa. Shari, kom me even helpen. Pa, Christus van de laatste dagen is verschenen om te werken. En alle gezindten en denominaties van het christendom zullen zich wenden tot Almachtige God. Dit is in het verleden al gebleken. Het laat duidelijk zien dat het werk van God het christendom geschapen heeft, evenals de kerk van Almachtige God. Het christendom is de kerk van het tijdperk van genade. De kerk van Almachtige God is de kerk van het tijdperk van het koninkrijk. Beide behoren tot het christendom. Waarom ontkent de CCP dat de kerk van Almachtige God onderdeel is van het christendom? De CCP is een atheïstische politieke partij, een satanisch regime dat de waarheid haat en zich tegen God verzet. Wat weten ze van het christendom? Hoe kunnen ze bepalen welke kerk tot het christendom behoort en welke niet?
De CCP weet niets van het christendom. Hoe durven ze de kerk van God te veroordelen? Is het niet schaamteloos van de CCP om te doen of ze iets begrijpen waar ze geen verstand van hebben? Ja, precies. De CCP heeft het christendom openlijk tot een sekte bestempeld en de Bijbel tot een cultboek waarvan ze vele exemplaren heeft vernietigd. Ze hebben zelfs Bijbels die vanuit het buitenland kwamen in de zee gedumpt. En nu claimt de CCP dat de kerk van Almachtige God niet tot het christendom behoort. Ieder weldenkend mens ziet waar dit eigenlijk om gaat. De CCP heeft alles gedaan om de kerk van de Almachtige God te veroordelen en het volk te overtuigen de verbanning van deze kerk te steunen. Om zo het werk van God in China te verbannen en een atheïstisch land te creëren. Dat is de ware bedoeling van de CCP. Pa, klopt het niet wat ik zeg? Pa, de CCP is een atheïstische partij. Hoe kan ze het christendom begrijpen? Het christendom begon met de verschijning en het werk van de geïncarneerde Heer Jezus. De Heer Jezus is Christus, dus kerken die in hem geloven behoren tot het christendom. De Heer Jezus heeft beloofd terug te keren en de Heer Jezus is teruggekeerd. Hij is nu de geïncarneerde Almachtige God. Almachtige God is Christus in de laatste dagen. Zij die in Almachtige God geloven, geloven in Christus. Iedereen die in Christus gelooft, behoort tot het christendom. De Heer Jezus en Almachtige God zijn beiden de geïncarneerde God, maar in verschillende perioden. Zowel het geloof in de Heer Jezus als in Almachtige God is christelijk. Momenteel is de kerk van Almachtige God het christendom. Om precies te zijn, in de laatste dagen is alleen het geloof in Almachtige God het ware christendom. Aangezien de verschijning van Almachtige God het tijdperk van genade heeft beëindigd en dat van het koninkrijk is begonnen. Alleen zij die Almachtige God Christus van de laatste dagen volgen, volgen het lam. De kerk van Almachtige God van Christus in de laatste dagen is een praktischer christendom. Je hebt duidelijk uitgelegd wat het christendom is. Ik begrijp het nu. Echter, je beweert dat zowel Jezus als Almachtige God Christus zijn. De ene is de eerste en de andere is de laatste Christus. Onze CCP is het hier niet mee eens. Volgens de internationale is er nooit een redder van de wereld geweest. Je getuigt van de komst van Christus de Verlosser. Hoe kan de CCP je niet veroordelen? Wij zijn van mening dat de Jezus waar christenen in geloven een gewone man was. Hij werd zelfs aan het kruis genageld. En het Jodendom accepteerde hem niet als Christus. Is dat niet zo? De geïncarneerde Almachtige God in de laatste dagen waarvan je getuigt is ook een gewoon persoon. In de documenten van de CCP staat, hij heeft een voor- en een achternaam. Dat is ook een feit. Waarom getuig je dat deze gewone persoon Christus en de verschijning van God is? Het is ongelooflijk. Hoe je de waarheid die is uitgedrukt en het werk van het oordeel in de laatste dagen dat is gedaan door Almachtige God ook getuigt. Onze CCP zal niet erkennen dat deze persoon God is. Je gelooft net als de christenen, katholieken en oosters-orthodoxen die in Jezus geloven, dat een gewone man God zou zijn. Is dat niet pure onwetendheid? Wat zijn God en de verschijning en het werk van God precies? Betekent het dat louter de uitdrukking van de waarheid en het uitvoeren van het werk van God de verschijning zijn van de ware God? Dat zullen we nooit accepteren. Als God werkelijk wonderen kan verrichten, zoals het vernietigen van de CCP en een iedere die zich tegen hem verzet, dan zouden we hem erkennen als de ware God. Als God aan de hemel verschijnt en dondert zoals bij onweer, waar het hele menselijke ras bang van wordt, dan zou dat de verschijning van God zijn. Dan zou de CCP hem erkennen. Zo niet, dan zal de CCP nooit erkennen dat God bestaat. Pa, ik begrijp niet waarom de CCP altijd vijandig is naar God en hem altijd ontkent. Waarom haat ze in het bijzonder de geïncarneerde Christus? Waarom omschrijft de CCP de Heer Jezus en Almachtige God als een gewoon persoon en ontkent ze de goddelijke essentie van Christus? Communisten zijn allemaal atheïsten. Jullie geloven niet in God. Hoe kunnen jullie weten wat het mysterie achter Gods incarnatie is? Was de verschijning van de Heer Jezus niet een man toen hij vlees werd? Met slechts één woord kon hij de doden laten herrijzen en de wind en de golven kalmeren. Hij voedde 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen. Was dat niet de kracht en het gezag van God? Kan een mens zulke wonderen verrichten zonder de geest van God? Zo is het, pa. Toen de Heer Jezus werd gekruisigd,
was het de wens van God om de mens te verlossen door kruisiging. Toen de Heer Jezus uit de dood opstond en opsteeg naar de hemel, was dat de almacht van God. Pa, u erkent de man die waarheid kon uitdrukken en Gods werk kon doen, niet als Christus en God zelf. Dus, wie anders dan de geïncarneerde Christus zou in staat zijn de waarheid uit te drukken en Gods werk uit te voeren? Of mensen het nou geloven of niet, God is vlees geworden en heeft de waarheid uitgedrukt voor de redding van de mensheid. Alleen zij die een hekel hebben aan de waarheid zouden Christus ontkennen en zich tegen hem verzetten. Iedereen die van de waarheid houdt, kan Gods werk aanvaarden en eraan gehoorzamen. Tijdens het werk van de Heer Jezus verzetten de leiders van het Jodendom zich sterk tegen de geïncarneerde Heer Jezus. Ook het Jodendom verwierp de Heer Jezus. Maar het feit van de verlossing van de mens door de Heer Jezus verspreidde zich. Mensen over de hele wereld geloven in de Heer Jezus. Overal staan christelijke kerken. Vandaag de dag geloven meer dan 2 miljard mensen in de Heer Jezus. Dat is voldoende om te bewijzen dat de Heer Jezus Christus en de Verlosser is. Ontkennen heeft geen zin. In de laatste dagen drukte de geïncarneerde, almachtige God alle waarheden uit voor de reiniging en redding van de mensheid en begon met het werk van het oordeel in het huis van God. Tijdens zijn werk werd hij onderworpen aan het verzet en de veroordeling van de CCP en de antichristelijke krachten van de religieuze gemeenschap. Maar in slechts 20 jaar heeft het evangelie van Koninkrijk van Almachtige God China overspoeld. Almachtige God heeft een groep overwinnaars gecreëerd. De eerstelingen hier op het vasteland van China. Nu staan het woord uitgedrukt door Almachtige God en vele films en video's geproduceerd door de Kerk van Almachtige God online. Steeds meer mensen bestuderen het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Pa, denkt u dat een gewoon mens dat zou kunnen? Dit kan alleen gebeuren door de begeleiding van het werk van de Heilige Geest. Pa, wie in de wereld kunt u noemen die de waarheid kan uitdrukken en werk kan verrichten dat de mensheid kan overwinnen en redden? Wiens werk kan het volledige menselijke ras bereiken? Behalve de geïncarneerde Christus is er niemand die dit werk kan verrichten. Dit stelt ons in staat om de kracht en het gezag van Gods woord te zien, de almachtige wijsheid en prachtige daden van God. Almachtige God is de verschijning van de geïncarneerde God, Christus van de laatste dagen. Dat is allemaal waar. Pa, gelooft u al deze feiten niet? Pa, God is vlees geworden om de waarheid uit te drukken en zijn eigen werk te verrichten. Het kan niet worden veranderd door de wil van de mens. Of u de incarnatie van God erkent of verwerpt, Gods werk kan niet worden gestopt. Almachtige God zegt, het werk van God is als machtige aanzwellende golven. Niemand kan hem tegenhouden en niemand kan zijn voetstappen stoppen. Alleen zij die zorgvuldig naar zijn woorden luisteren en die naar hem zoeken en dorsten, kunnen zijn voetstappen volgen en zijn belofte ontvangen. Zij die dat niet doen, zullen worden onderworpen aan overweldigende rampspoed en welverdiende straf. Pa, het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen eindigt binnenkort. De catastrofe is op handen. Zij die God ontkennen en zich tegen hem verzetten, zullen worden vernietigd. Op dat moment is het zinloos om Almachtige God alsnog te erkennen. Dan is het te laat. Dat is waar. Alleen zij die gereinigd en vervolmaakt zijn door het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen te ontvangen, kunnen de catastrofe overleven en Gods koninkrijk binnengaan. Pa, u bent een intelligent man. Na het horen van deze woorden hoop ik dat u deze feiten begrijpt. Na dit alles gehoord te hebben, lijkt het erop dat Gods woord en werk echt zijn. Ik weet dat geloven in God goed is. De meeste gelovigen in God zijn goede mensen. Ik wil gelovigen niet vervolgen. Mijn levensonderhoud komt van de CCP, dus ik moet naar ze luisteren. De communistische partij is tegen het geloof in God en ik moet dat ondersteunen. Pa. Ik zal mijn standpunt hierover niet veranderen. Als ik naar de hel ga of word gestraft, dan accepteer ik dat. Wat je ook zegt, ik zal nooit toestaan dat jullie in Almachtige God geloven. Pa, u heeft uw mening met ons gedeeld, nu deel ik graag die van mij. We kunnen u niet gehoorzamen en God onze rug toekeren. Geloof in God is een mensenrecht. Niemand heeft het recht dat te verbieden.
De CCP is autocratisch en bemoeit zich met de vrijheid van geloof van mensen. Hierdoor zien we dat de CCP een demon is die zich verzet tegen God. Bah, als je de dictatuur van de CCP oplegt binnen ons gezin, zullen we dan nog steeds een hecht gezin zijn? Waarom zou dat niet kunnen? U onderwijst ons altijd het marxisme, leninisme en atheïsme. U wilt communisten van ons maken, demonen die zich tegen God verzetten. Leert u ons de juiste weg te kiezen of dwingt u ons op het slechte pad? Xiaoyi. Bedenk waar u ons naartoe wilt begeleiden. Is dit de CCP's methode voor gezinseducatie? Ik denk dat dit rode heropvoeding is. Ik begrijp het niet. Waarom is er geen vrijheid van geloof waar de communisten aan de macht zijn? De CCP handhaaft altijd de rode regel en de rode heropvoeding. De CCP is door en door slecht. Het is werkelijk niet te verdragen. Ik moet blijkbaar naar het buitenland om religieuze vrijheid te vinden. Dat is waar de meeste mensen naar verlangen. Denk toch na voordat je iets zegt. Ik heb je naar het buitenland gestuurd om je studie voor te zetten, zodat je een westerse vervolgopleiding kon krijgen. Ik had niet verwacht dat je daarna niet meer tevreden zou zijn met je ouderlijk huis. En nu wil je het huis uitgaan? Pa, wees niet boos. Xiaoyi zegt wat hij in zijn hart voelt. Het zijn allemaal feiten. Kijk naar de communisten. Ze willen macht en status en controle over anderen, ongeacht wie dat zijn. Zelfs andersdenkenden worden gedwongen de CCP te gehoorzamen. Ze zijn de oorzaak van veel ellende bij zoveel mensen. We hebben geen bezwaar tegen uw politieke bestuur, maar kunt u ons wat vrijheid van geloof toestaan? We willen geen andere vrijheden. Religieuze vrijheid is voldoende. Kunnen we dat beetje vrijheid niet krijgen? We geloven in God om goed te zijn en om op de juiste weg te blijven. Waarom wilt u ons daarvan weerhouden? Pa, als aanhanger van de CCP heeft u de weg verlaten om te overleven. Kunt u ons geen weg toestaan om te overleven? Sorry. Hoe weerhoud ik jullie van overleven? Zeg het dan! Sta toe dat we in God geloven en om thuis het woord van God te lezen. Dat zou zo fijn zijn. Daardoor krijgen we het gevoel dat je ons wat vrijheid geeft. Ik leef mijn hele leven al in het gezin van een CCP-ambtenaar. Waarom moet dat zo'n pijn doen? Wat zeg je? Pijn? Ik weet het. We hebben geen gebrek aan voedsel of kleding. Maar waarom hebben we geen vrijheid? De rode heropvoeding en de rode regel van de CCP zijn slecht. Is dit mijn familie? Genoeg! Ik heb veel gezegd, maar jullie hebben geen woord van mij gehoord. Jullie gooien gewoon de term rode heropvoeding in mijn gezicht. Betekent het dat ik de duivel ben? Religieuze vrijheid, rode heropvoeding, waar hebben jullie die woorden geleerd? Het is de invloed van de westerse cultuur. Na slechts enkele jaren studeren in het buitenland ben je volledig verwesterd. Mijn opvoeding is vergeefs geweest. Jullie zijn nog steeds mijn kinderen. En ik sta niet toe dat jullie in almachtige God geloven. Het is te gevaarlijk om te blijven geloven. Weten jullie dat dan niet? Van wat ik gehoord heb, zal de CCP jullie zien als godbesmette elementen. Als jullie ooit worden betrapt, worden jullie gevangen gezet en is jullie leven in gevaar. De CCP is tot alles in staat. Ik ben al vele jaren een CCP-ambtenaar. En ik ken de CCP goed. Luister naar me en zeg niet dat ik jullie nooit heb gewaarschuwd wanneer je wordt gemarteld in de gevangenis. Denk er goed over na. Wacht, waarom moeten jullie constant ruzie met elkaar maken? Zijn we nog wel een gezin? Wat moeten we doen? Wigwa, waarom rook je zoveel? Het geloof van onze kinderen in God heeft ze op de juiste weg gehouden. Terwijl CCP-ambtenaren niet alleen roken en drinken, maar mahjong spelen, gokken, vreemd gaan en iedere avond op stap gaan. Ze spannen samen tegen gelovigen in God en bouwen gevangenissen om ze in op te sluiten.
Het is verontrustend dat al die gelovigen die goede mensen zijn, gevangen worden gezet. Ik denk niet dat jullie het bij het rechte eind hebben. Wees blij dat onze kinderen de juiste weg volgen door in God te geloven. Waarom ben je toch zo boos? Je gedrag verontrust me ook. Hoe kan ik niet boos zijn? Ik heb ze niet laten studeren zodat ze in God konden geloven. Ik maakte de weg vrij voor hen om succesvol te worden. Ik heb liever dat ze roken, drinken en gokken dan dat ze in God geloven. Kinderen van CCP-leden moeten de CCP volgen. Communistische gezinnen mogen absoluut niet in God geloven. Nou, als ze op de juiste weg blijven, vind ik dat we ze moeten toestaan te geloven. Toch wil de CCP liever dat mensen misdaden plegen en in zonde leven, dan dat ze in God geloven en goed doen in de wereld. Wat is er met de wereld gebeurd? Zeg eens, is dit misschien het macho gedrag van een vader? Zijn dit de grote sentimenten van de communisten? Jullie CCP'ers gaan te ver. De marxistisch-leninistische leer gaat overboord om vervolgens de leer van Confucius en Mencius te omarmen. Harmonie boven alles of de waarde van verdraagzaamheid. Probeer die eens. En laat de kwestie los. Zeg, waar heb jij al die termen geleerd? En sinds wanneer zie jij de CCP voor wat ze is? Je hebt gelijk, ze roken, drinken, gokken en ja, ze gaan aan de lopende band vreemd. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Niet grappig. Ze zijn aan de macht. Wat kunnen we er tegen doen? Waarom ik niet wil dat onze kinderen in God geloven. Ik ben bang dat ze worden opgepakt door de overheid. Als ze naar de gevangenis moeten, wat doen we dan? Hoe kunnen we ons dan nog vertonen? Wat zullen mensen van ons denken? Nou, je weet dat de CCP atheïstisch is. De kinderen van een communist die in God geloven. Is dat geen schande voor de CCP? Hoe lang kan ik dan nog ambtenaar blijven? Onze kinderen willen absoluut in God geloven. Als ik ze niet tegenhoud, zullen ze overal het evangelie prediken. Ze worden dan ongetwijfeld gearresteerd. Waarom kun je dat niet inzien? Jouw harmonie en verdraagzaamheid zijn gebonden aan een situatie. Ze kunnen niet worden toegepast op het geloof van onze kinderen in God. De CCP roept op tot onderdrukking en arrestatie van gelovigen. We kunnen niet soepel zijn en we kunnen ze niet laten geloven. Dit is onze enige keuze. Snap je het niet? Zoals jij het uitlegt, werpt nieuw licht op de zaak. Ik begrijp wat je bedoelt. Als we een schuldige moeten aanwijzen, zou het de CCP zijn. Waarom kunnen ze niet doen wat juist is? Waarom proberen ze niet iedereen te helpen? Ze richten zich op het arresteren en vastzetten van gelovigen. Hun macht over mensen. Hoe egoïstisch kunnen ze zijn? Ze geven niets om gewone mensen. Of ze aan de macht zullen blijven, ligt aan de wil van de hemel. Het heeft niets te maken met de mensen die geloven. De overheid zegt dat er vrijheid is. En ze zouden gelovigen niet mogen arresteren, hun families verwoesten en ze dakloos maken. Dan leggen ze de schuld van het verwoesten van hun families bij hun geloof in God. Dat is pure verdraaiing van de feiten. Is het in China een misdaad om in God te geloven? Wat is er van de wereld geworden? Ik begrijp het niet meer. Hey, als je het geloof van onze kinderen kon ondersteunen, zouden de ruzies binnen het gezin dan niet verdwijnen? Als er harmonie is, is iedereen gelukkig. Denk je ook niet? Je hebt gemakkelijk praten. De macht van de CCP is absoluut. Alle overheidsambtenaren moeten de leiders gehoorzamen. De centrale leiding haat God en is vastbesloten om zich tegen God te verzetten. Niemand verandert dat. Als het Centraal Comité het niet had bevolen, zou geen enkele ambtenaar de moeite doen om gelovigen in God te arresteren. Natuurlijk zie ik dat China de zegeningen van de hemel mist. Sinds de CCP aan de macht kwam, is er geen welvaart. En de ene ramp volgt op de andere. Ik erken dat het volgen van de CCP niet goed zal aflopen. Het ligt voor de hand om als aartsvijand te eindigen en vergelding tegemoet te zien.
Veel ambtenaren maken zich hier ook zorgen over. Niemand weet hoe het er over een paar jaar uitziet. Ze leven van dag tot dag. Wat denk je dat we moeten doen? De huidige situatie is echt gevaarlijk. Niet alleen toont de CCP geen berouw, ze wordt ook steeds autocratischer. Ze gebruikt gewelddadige onderdrukking om de macht te behouden. Hoe lang kan dat nog duren? Het is tijd dat we nadenken over de lange termijn. We moeten rekening houden met de toekomst van de kinderen. Ze willen in God geloven en dat zou je moeten toestaan. Is het niet egoïstisch van je om alleen te denken aan je eigen goede reputatie? Hoe je het ook wendt of keert. De CCP zal geen stand houden wanneer ze gelovigen blijven onderdrukken en vervolgen. Misschien zal er op een dag vrijheid van religie zijn in China. Misschien gebeurt dat wanneer de catastrofe komt. Dan zal er vrijheid van religie zijn. Denk je dat het nog lang zal duren voordat de catastrofe er is? Als de kinderen op de juiste weg blijven en geloven, zullen ze naar de hemel gaan. Wij geloven niet in God en we doen ook slechte dingen. Wij zullen zeker naar de hel gaan. We kiezen deze weg zelf, dus we kunnen niemand de schuld geven behalve onszelf. Gaan we naar de hel als we doodgaan? Hoezo hemel en hel? Ik geloof er niet in. We kunnen niet toestaan dat ze het evangelie prediken en voor God getuigen. Het is te gevaarlijk. In de gevangenis kunnen ze invalide raken door martelingen. Dan zou hun hele leven geruïneerd zijn. Je ziet hoe koppig ze zijn. Ze geven niet toe. Geen millimeter. Denk je dat ze zullen toegeven wanneer ze worden ondervraagd? Denk je eens in wat de consequenties zullen zijn. Ik zal erbij worden betrokken. En worden ontslagen uit mijn functie. En wie is er dan nog over om ons te helpen? Zullen we ons dure huis of onze auto kunnen behouden? Zul je dan nog goud en diamanten dragen en leven als een aristocraat? Alles zal weg zijn. We zullen volledig aan de grond zitten. Zie je de consequenties niet? Je ziet niet wat er voor je ligt om over de toekomst maar te zwijgen. Ben je terug van je werk? Ja, fijne dag. Bedankt. Ma, wil je meeluisteren naar de woorden van Almachtige God? Natuurlijk. Geweldig. Ik lees een passage voor. Ja, ga je gang maar. In de uitgestrektheid van het universum zijn er talloze schepsels die leven en zich reproduceren. Die de cyclische wet van het leven volgen en zich aan één constante regel houden. Wie sterft, neemt de verhalen van de levenden mee. En wie leeft, herhaalt dezelfde tragische geschiedenis van wie gestorven is. De mensheid kan niet anders dan zich afvragen waarom leven we en waarom moeten we sterven. Wie bestuurt deze wereld? En wie heeft deze mensheid geschapen? Is de mensheid echt door moeder natuur geschapen? Heeft de mensheid haar eigen lot echt in eigen hand? De mens weet eenvoudigweg niet wie de vorst van het universum en alle dingen is. Hij heeft geen weet van de oorsprong en toekomst van de mensheid. De mensheid leeft gewoon, noodgedwongen, te midden van deze wet. Niemand kan eraan ontkomen. En niemand kan er veranderingen aan brengen. Er is er, onder alle dingen en in de hemel, namelijk maar één die van eeuwigheid tot eeuwigheid soevereiniteit over alles heeft. Hij is die ene die nooit door de mens is aanschouwd. Die ene die nooit door de mensheid is gekend. In wiens bestaan de mensheid nooit heeft geloofd. Toch is hij die ene die de adem in de voorouders van de mens blies en de mensheid leven gaf. Hij is die ene die de mensheid voorziet en voedt voor haar bestaan. Hij leidt de mensheid tot op de dag van vandaag.
Bovendien is de mensheid van hem en hem alleen afhankelijk om te kunnen overleven. Hij heeft soevereiniteit over alle dingen en bestuurt alle levende wezens in het universum. Hij beheerst de vier seizoenen en hij roept wind, vorst, sneeuw en regen op. Hij geeft de mensheid zonneschijn en luidt de nacht in. Hij bereidde de hemelen en de aarde voor zachte mens van bergen, meren en rivieren met al het leven erin. Zijn daden zijn overal. Zijn macht is overal. Zijn wijsheid is overal. En zijn gezag is overal. Al deze wetten en regels zijn de belichaming van zijn daden. Ze geven allemaal blijk van zijn wijsheid en gezag. Wie kan zich aan zijn soevereiniteit onttrekken? En wie kan zich buiten zijn plannen plaatsen? Alle dingen bestaan onder zijn blik. Alle dingen leven bovendien onder zijn soevereiniteit. Zijn daden en zijn macht laten de mensheid geen andere keus dan te erkennen dat hij werkelijk bestaat en soevereiniteit over alle dingen heeft. Minister Cheng, u ziet er niet goed uit. U kunt niet alleen maar werken. U moet ook aan uw gezondheid denken. Wat kan ik doen? Ik had een vergadering in de provincie. Het Centraal Comité wil het harde optreden tegen huiskerken verder opvoeren. Vooral op Bliksem uit het oosten. We moeten alles doen om ze te vernietigen. De overheid probeert al jaren uit alle macht de kerk van Almachtige God te onderdrukken. Ondanks dit groeit Bliksem uit het oosten. Nu breiden ze zelfs uit naar het buitenland. Het is werkelijk een grote zorg. Ma, deze woorden van Almachtige God, wat vindt u ervan? Het was werkelijk verbluffend. Ik had het nog nooit gehoord. Zoiets kan een gewoon mens niet zeggen. Ik zou graag de tijd nemen om het nog eens te lezen. Ma, we hebben ook veel lofzangen in... Wacht, pa is thuis. Berg het boek op. Snel. Welkom thuis, pa. Dank je. Ja, welkom thuis. Bedankt. Goed dat jullie er allebei zijn. We moeten praten. Wat is er aan de hand, pa? Vertel. We moeten het weer over jullie geloof hebben. Weet je zeker dat je weet wie in werkelijkheid de kerk van Almachtige God heeft gesticht? Ik werk al lange tijd voor het Verenigd Front en heb decennia lang religies bestudeerd. Uiteraard ben ik goed op de hoogte van veel religies. Al meer dan 20 jaar bestuderen we de kerk van Almachtige God. Volgens de propagandamaterialen van de overheid werd de kerk van Almachtige God gesticht door iemand genaamd Zhao in het noordoosten van China. Hij leidt de kerk van Almachtige God. Deze man is de hoge priester van de kerk. De kerk van Almachtige God beweert dat hij door de Heilige Geest wordt gebruikt. Ze luisteren naar de preken van deze man, die door de Heilige Geest wordt gebruikt. Ze luisteren ook naar hem in de administratieve zaken van de kerk. Hoewel jullie het woord van Almachtige God lezen, bidden in zijn naam en nadenken over het woord verschijnt in het vlees, uitgedrukt door Almachtige God als de kerkelijke leer en het woord van Almachtige God communiceren, is hij degene die het laatste woord heeft in de kerk van Almachtige God. We zijn er zeker van dat deze persoon de kerk van Almachtige God gesticht heeft. De religieuze gemeenschap en de CCP zeggen dat het een menselijke organisatie is. Ik denk dat ze gelijk hebben. Begrijpen jullie dit? Pa, de CCP heeft de kerk van Almachtige God lang bestudeerd. Is dit het resultaat van die studie? Vertel me dan eens wie het christendom en het katholicisme gesticht hebben. Kunnen het Petrus of Paulus zijn, die de oprichters waren? Wie heeft het jodendom gesticht? Zou dat Mozes kunnen zijn? Is dit niet een beetje belachelijk?
Pa. Jullie atheïsten erkennen het bestaan van God niet. Om het maar niet over de incarnatie van God te hebben. Ongeacht hoeveel waarheid de geïncarneerde Christus heeft uitgedrukt en hoeveel werk hij heeft volbracht, of hoeveel redding hij de mensheid heeft gebracht, jullie proberen hem te verloochenen, te verdoezelen en te veroordelen. Pa, denkt u dat het christendom of misschien het katholicisme door de mens is gesticht? Zijn dit menselijke organisaties? Dit is uw grootste absurditeit tot nu toe. Als de Heer Jezus niet verschenen was, zou niemand in de Heer geloofd hebben of hem gevolgd zijn. Er zou geen christendom zijn. Is dat niet de waarheid? Hoe hadden de apostels ooit zelf een kerk kunnen stichten? Pa, kunt u gebaseerd op de acceptatie van mensen dat Petrus, Johannes en de andere apostels onze herders zijn, zeggen dat de apostels het christendom gesticht hebben en het een menselijke organisatie is? Pa, Almachtige Gods verschijning en werk hebben geleid tot de kerk van Almachtige God. Mensen hoorden de stem van God in de vele waarheden uitgedrukt door Almachtige God en keerden terug naar God en vormden de kerk. Na zijn verschijning getuigde Almachtige God van de man die werd gebruikt door de Heilige Geest, de leider van de kerk van Almachtige God. Wat Mozes was in het tijdperk van de wet en de apostels waren in het tijdperk van genade, zo is hij de man gebruikt door God om zijn plicht te doen, het uitverkoren volk van God water te geven, te hoeden en te leiden. Pa, uw communistische partij ontkent het werk van God en alle waarheden uitgedrukt door God. Ze ontkent zelfs dat degene die wordt gevolgd door de uitverkorene de geïncarneerde God is. Zit er niet nog iets anders achter? Zonder de verschijning van Almachtige God zou de kerk van Almachtige God niet eens bestaan. Dat is een onomstotelijk feit. De CCP weet dat christenen van de kerk van Almachtige God tot Almachtige God bidden. In kerkgemeenten praten ze over Almachtige Gods woorden. Waarom verkondigt de CCP nog steeds leugens? Leden van de kerk van Almachtige God geloven in Almachtige God. Gods uitverkorenen gehoorzamen de man die wordt gebruikt door de Heilige Geest volgens het woord van Almachtige God. Dat is een feit. Pa, u zult het begrijpen als u de woorden van Almachtige God hoort. Almachtige God zegt, het werk dat uitgevoerd wordt door degene die door God wordt gebruikt, dient om bij te dragen aan het werk van Christus of de Heilige Geest. God heeft deze mens doen opstaan onder de mensen. Hij is hier om Gods uitverkorenen te leiden. God heeft hem ook doen opstaan om het werk van de menselijke samenwerking uit te voeren. De persoon die God gebruikt is echter iemand die door God is voorbereid en die een zeker kaliber bezit en menselijkheid heeft. Hij is van tevoren voorbereid en volmaakt gemaakt door de Heilige Geest en hij wordt volledig geleid door de Heilige Geest. Met name waar het om zijn werk gaat, wordt hij geleid en geïnstrueerd door de Heilige Geest. Daardoor wijkt hij niet af van het pad van het leiden van Gods uitverkorenen, want God neemt zeker verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk en God doet altijd zijn eigen werk. Pa, in de 10 bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het tijdperk van het koninkrijk, zegt het bestuurlijke decreet: bij het werk en kerkzaken moet je naast aan God gehoorzamen alle instructies opvolgen van de persoon die door de Heilige Geest gebruikt wordt. Zelfs de kleinste overtreding is onacceptabel. Je moet volkomen meegaand zijn en geen analyse maken van goed of fout. Wat goed of fout is, heeft niets met jou te maken. Jij moet je alleen bezighouden met absolute gehoorzaamheid. Pa, gelovigen accepteren het leiderschap van degene die door de Heilige Geest wordt gebruikt, Gods woord beoefent en God gehoorzaamt. Waarom heeft de CCP het woord van Almachtige God niet gelezen toen ze de kerk van Almachtige God bestudeerde? En heeft ze de 10 bestuurlijke decreten van Almachtige God niet gezien? Waarom zocht u niet naar Gods uitverkoren volk van de kerk van Almachtige God en liet u hen niet de waarheid communiceren? U bestudeerde de kerk van Almachtige God vanaf de buitenkant, zonder Gods werk te begrijpen, omdat u het woord van Almachtige God niet had gelezen. Dus hoe had u de kerk van Almachtige God kunnen doorgronden?
Waarom blijft de CCP volhouden dat onze kerk een menselijke organisatie is? Waarom sprak ze met geen woord over de geïncarneerde God? Waarom sprak ze niet over het boek Het Woord verschijnt in het vlees? Waarom is dat? De CCP is vooral bang voor de waarheid uitgedrukt door Almachtige God. Omdat de CCP weet dat alle volgelingen van Almachtige God hem accepteerden na het zorgvuldig lezen van het boek Het Woord verschijnt in het vlees. De CCP leidt de aandacht van mensen af door te zeggen dat de kerk van Almachtige God eigenlijk was gesticht door mensen. Om bewust de verschijning van Almachtige God Christus van de laatste dagen te verbergen, zodat mensen hun aandacht richten op deze persoon. Ze doet dit om mensen ervan te weerhouden in God te geloven en hem te volgen. Dat is de werkelijke bedoeling. De CCP verdraait de feiten en beweert dat de kerk waar God verschijnt om te werken een menselijke organisatie is. Dat is haar excuus voor de vervolging en onderdrukking van Gods kerk. De CCP is zo sluw en gemeen. Pa, klopt het niet wat ik zeg? U moet onderscheid maken tussen hen. U moet niet luisteren naar de geruchten van de CCP. Dat is genoeg. Geen woord meer. Realiseer je je dat als de CCP je zo hoort praten, er problemen van komen? Ik weet maar al te goed waar de CCP toe in staat is. Weet je wel waar je mee bezig bent? Pa. Natuurlijk weet u beter waar de CCP toe in staat is dan wij. Dus waarom gelooft u dan nog steeds in de onzin van de CCP? Denk er alstublieft over na. Waarom belastert de CCP de kerk van Almachtige God en creëert ze een verkeerde publieke opinie die het Chinese volk en de rest van de wereld op een dwaalspoor zet om de kerk van Almachtige God te veroordelen? Is het niet met het kwade doel om het werk van Almachtige God in de laatste dagen te verbieden en de kerk van Almachtige God volledig te verbannen? Zijn al deze maatregelen niet gericht op het handhaven en voortzetten van haar stabiliteit en autocratie? God heeft de mens geschapen. Waarom gaat de CCP de strijd aan met God om de macht en controle over de mens? Pa. God drukt de waarheid uit en leidt en redt de mens. De CCP verspreidt allerlei onwaarheden, zoals het evolutionisme en atheïsme, om de mens te verderven. Het enige wat de CCP doet, is zich verzetten tegen God. De aard van dit probleem is zo ernstig. God zal zijn toorn richten op de CCP in goddelijke vergelding. Werd toentertijd het Romeinse Rijk niet vernietigd door God vanwege het verzet tegen en de vervolging van de Heer Jezus? U had dit historische feit duidelijk moeten zien. Pa, u kunt zich niet langer verzetten tegen God. De consequentie voor verzet tegen God is verdoemenis. Dat klopt, pa. Pa, als u niet accepteert dat God bestaat, kijk dan naar de vergeldingen die hen overkwamen die zich verzetten tegen God. Dan weet u dat God bestaat. Het is God die alles beheerst. Almachtige God zegt, denk aan de scène in de Bijbel waarin God Sodom vernietigde. En denk ook aan hoe Lots vrouw een zoutpilaar werd. Herinner je je hoe de mensen van Nineve zich in zak en as bekeerden van hun zonde? En denk aan wat er gebeurde nadat de Joden Jezus aan het kruis nagelden 2000 jaar geleden. De Joden werden verdreven uit Israël en vluchtten naar alle landen van de wereld. Velen werden gedood. En de hele Joodse staat onderging een nooit eerder vertoonde intensiteit van vernietiging. Ze hadden God aan het kruis genageld, een gruwelijke misdaad begaan en Gods gezindheid geprovoceerd. Ze moesten voor hun gruwelijke daad betalen. En ze moesten de consequenties van hun handelen ondergaan. Ze veroordeelden God, verwierpen God. En daarom hadden ze maar één lot. Ze werden gestraft door God. Dit is de bittere consequentie en rampspoed die hun leiders voor hun land en natie veroorzaakt hadden. Pa. Begrijp dat u God aanvalt en zich tegen hem verzet wanneer u de CCP-regering volgt.
in het belasteren en ontheiligen van de kerk van Almachtige God. Ik smeek u om u snel te bekeren. Volg de CCP niet in het verzet tegen God. Anders wordt u zeker gestraft door God. Hou je mond! Hoe durf je me de les te lezen? Je zegt dat iedereen die zich verzet tegen Almachtige God zal worden gestraft. Ik geloof er geen woord van. Waar is God in deze wereld? Waar is Christus? Waar is de Verlosser? Pa. Laat het duidelijk zijn. Ik ben een trouwe discipel van de satanist Karl Marx en ik ben een vastberaden atheïst. Ik geloof geen woord van wat jullie zeggen. Het kan me niet schelen hoe God de CCP zal vernietigen en hoe het zal aflopen. Ik volg de CCP al mijn hele leven. Ik werk voor de CCP. Zo verdien ik mijn brood. Zelfs als ik samen met Karl Marx in de hel beland, ik blijf achter de CCP staan. Pa, we hebben het zo duidelijk uitgelegd. Waarom wilt u nog steeds de CCP volgen? Pa, u was altijd zo begripvol. Zo was u vroeger niet. Wat is er gebeurd? U gelooft niet en u staat niet toe dat wij geloven. Heeft u ze allemaal nog wel op een rijtje? U wilt samen met Karl Marx naar de hel. Wilt u ons ook meeslepen naar de hel? Sorry. U denkt er niet bij na wat het beste voor ons is. Bent u nog wel onze vader? Zeg dat nog eens! Genoeg. Ik zie het nu duidelijk. Net als de CCP ontkent u God en verzet u zich tegen hem. Veel mensen in de wereld erkennen God. Alleen de duivel erkent God niet. Alleen de duivel verzet zich tegen God. Snotneus! Hoe durf je te zeggen dat ik de duivel ben? Wat doe je? Ben je gek geworden? Xiaoyi, gaat het? Xiaoyi, ben je in orde? Laat ik compleet duidelijk zijn. Zolang ik ademhaal, zal ik jullie geloof in Almachtige God blokkeren. Het is tijd om te kiezen. Willen jullie in dit huis wonen? Of willen jullie in Almachtige God geloven? Pa. Het is volkomen te rechtvaardigen dat we God aanbidden. Ondanks dat u mijn vader bent, heeft u het recht niet om mijn geloof te blokkeren. Jij! Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik volg Almachtige God. En dat zal nooit veranderen. Pa, God schiep de mens. Het is de juiste weg in het leven van een mens om God te gehoorzamen. Ik heb ervoor gekozen om in God te geloven. En ik zal zonder aarzelen voortgaan. Xiaoyi. Probeer me niet tegen te houden. Best. Best. Niets wat ik zeg betekent iets voor jullie. Omdat jullie in God moeten geloven, beëindigen we nu onze relatie. Vanaf nu zijn jullie niet langer mijn kinderen. Dit is niet langer jullie thuis. Wegwezen, allebei! Wat is dat? Ben je gek geworden? Of ben je eindelijk door de CCP op een dwaalspoor gebracht? Hoe kan een man met een hart zoiets nou zeggen? Pa, wilt u echt dat we vertrekken? Was ik niet duidelijk? Als je in Almachtige God gelooft, wil ik je hier niet hebben! Wat mank
keer jij? Hoe kun je zo harteloos zijn? Shaori, niet weggaan. Laten we erover praten. Kom op. Mijn zoon, mijn dochter, doe het niet. Ga alsjeblieft niet weg. Ma. Wekwa, zeg alsjeblieft iets. We kunnen onze kinderen niet op deze manier verliezen. Blijf bij ons. Wekwa, zeg nu iets. We kunnen onze kinderen niet verliezen. Pa, ma. Zorg goed voor jezelf. Ze weg te sturen. Je hart moet van steen zijn gemaakt. Wat voor monster ben je? Je volgt de CCP om gelovigen in God te vervolgen. Je spaart zelfs je eigen kinderen niet. Waarom ben je zo gehoorzaam aan de CCP? Je geeft meer om de CCP dan om je eigen kinderen. Is de CCP je familie? Hoe kun je zo loyaal aan de partij zijn? Je hebt gelijk. De CCP is mijn familie. Ik heb mezelf aan de partij verkocht. Of ik dood of levend ben, ik behoor toe aan de CCP. En dat kun je beter accepteren. Als je me probeert tegen te houden, gooi ik jou er ook uit. Moet je jezelf zien? Hoor je wel wat je zegt? Is er in je hart plaats voor iets anders dan de CCP? Je wilt zelfs je vrouw en kinderen niet meer. Kijk wat er met ons gezin is gebeurd door de kwaadaardigheid van de CCP. Wat is het precies? Wat is de CCP? Het is een duivelse partij. Je staat nog steeds achter de CCP. Ik zie nu dat je de duivel bent. Je wilde mij er zelfs uitgooien, zei je? Dat is prima. Ik kan niet eens meer naar je kijken. Ik heb genoeg van je rode regel. Ik ga nu naar mijn kinderen toe om samen met hen in God te geloven. Je kunt naar de hel lopen met je vreselijke partij. Verdwijn!
is voorbij. Dit thuis bestaat niet langer. Die ellendige regering! Hoezo rood onderwijs? Hoezo rode regel? Loop naar de hel!